mensen, jullie hebben het al gemerkt, het hapert ongelooflijk hard. Ik ben bij, we hebben 6 kijkers. Ja, what the fuck. Ik vind het heel jammer dat. Oh, 5, maar ik weet het. Nee, ja, dank u, je zit terug. Ik ben heel blij, want. Nee, ik ben niet blij, maar het hapert nog wel. Maar, ik kan het nu oplossen, snap je? Dus, ga ik het nu oplossen. Jullie gaan 10 minuutjes eventjes niks zien en niks horen. Of 5. En dan wordt het sowieso opgelost. Ik ben er. Ik ben 5 minuten terug. Daag! Ze Ik heb het
die kunnen we opbreken met zijn contact. Volgens hem. Wie is er nog? Wie is er tussen uitgevallen? Of wie kunnen we nog rekenen met zijn contact? Wat zijn die Puccio heerlijk aan het maken? Puccio ja, wel in tweede positie. Moest daar een paar posities winnen op de kasseien. En hier gaat het proton eraan beginnen. En hier is het minder comfortabel. Hier is het langzijdig voor een stuk hoor. Sagan moet dat plaatsen gaan goed maken. Vijftien voor de groep Olen. Dan zien we de curvers. Of het zijn laatste is, nou, dat zal van het verdicht afhangen. Zij zijn er vanaf. Helemaal vanaf. We worden voorraad met koffie. De bestelling is goed door. Hier Olen, grote val wordt gesignaleerd met daarbij Viviani en Quinziato. Andermaal Quinziato. De eerste die er ging bij liggen, hier is Van Marken. En Van Marken die is hier in dat tweede groepje weggereden. Die voelt nattigheid, die denkt van oh, 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 ik moet het bruggetje slaan. Die berg, Roy en compagnie proberen ook wat op te schuiven. Daar komt hier van Keersbulk. Ik denk dat dat einde verhaal is. Tenzij helemaal stil van vooraan. Dan zien we Os met de wereldkampioen aan zijn zijde. Curvers is mee. Ook De Kort is mee. En Trentin zat daar ook aan het winnen. Hij imploreert. Maar is dit te vroeg? Met de situatie hebben we zover gebracht. Hè. Ja, maar het zal bij iedereen even veel krachten gekost hebben. Hè. Cancellara moet daar ook vol achtervolgen. Sagan is daar ook al wat mee rijden. Het zal wel zo verstandig koersen dat hij daar niet vol 100% gaat. In die grote val naast Pizzato en Viviani ook de Lage, Ferraal en Maas. Hoe groter de slijtageslag, hoe interessanter voor de grote motoren. En daar hoort Bolland bij, absoluut bij. Maar nu, waar is Tony? En waar is Van Marken? Tony is mee. Tony is mee. Mag even drinken en eten en dan weer naar de kop. Als die daar snel de hoek om komt, dan krijg je natuurlijk een pionnetje meer om rond te draaien. En dan gaan we een fantastische koers mee maken. Cancellara, Os, Sagan, Terstra, Renaatje. Ja, eens kijken wie ik hier nog zie. Stenhard, Martin, dan 97, dat moet Tjallingi zijn. Hagen, en die mannen gaan door. En dan Jan van Gant, dat komt de grote leeg naar Van Marken. Die op zijn dode eentje nu in de achtervolging. Dat is een seconde of 15 achterstand. Met daarachter dan een groepje van een man of drie met een Sky daarbij. En Van Marken zit hier eigenlijk ondankbaar alleen. Maar hij geeft hier wel het volle pot. Hij moet er zo snel mogelijk naartoe. Natuurlijk in deze fase van de wedstrijd. Dus kijken wie er hier komt. Dat is de Ro. Ro met een mannetje van jij. Dat is Hausler, daar ook nog bij gezien, ploegmakker van Marken. En dan gaat Moscon er ook achteraan. Hier Sieberg nu, Burkhardt, dat zijn de jongens die proberen te overleven. Ja, dat is een enorme schifting geweest op het bos. Hier komen nog een man of vier. En dan, als dat allemaal bijeen komt, dan ga je maximaal 16, 17 man hebben in het groepje wonen. Daar zat Schipa. En daar dacht de volgende groepje. Achter twee mannen van de trek. En hier zit Ben Chabanel die het goed overleefd heeft. Niet imponeerd, maar wel goed gepositioneerd op het bosstuk. Dan kom je daar buiten, is het nog altijd 90 kilometer. En hier Popovic, de man die afscheid neemt vanavond. Zijn allerlaatste koers aan het rijden. Dus Renato, wie heb je gezien? Van Marken is er niet geraakt, maar heeft slim gewacht op die twee ploegmakers die hier bij hem in de buurt zitten. Eens kijken wie dat zijn. Dat zijn twee Belgen nog, Van Asbroek en Wijnals. En hier zit die organisatie. Ze zien daar op een honderdtal meter voort
een goede 100 meter het groepje boven rijden. Dus als dat hier blijft ronddraaien zoals het nu ronddraait, dan zit de terugkeer voor deze jongens er zeker in. En ja, ook nog veel werk hier van Gianni Moscol is hier de motor. Want hier zitten natuurlijk ook twee Sky-mannen in deze groep. Met Danny van Poppel en Luke Rowe, die duidelijk als kopman wordt uitgespeeld. Maar dit groepje op 100 meter van het groepje boven. Vraag is dan. De groepleiders, die zijn niet op de hoogte gebracht. Het verschil tussen de groep Bonen, Elikano en de groep met achtervolgers zou 1-18 zijn. Dus ik neem aan dat dat de groep Cancellara is. Daar zit nog wel wat volk tussen. Dus is ook mijn beluistering wat onklaar geraakt. Ik hoop dat dat ook weer allemaal in orde komt. Het is een hectische editie van dat is... veel betekenen. Ze beginnen zelf initiatief te nemen. Ze moeten, hè. Ze moeten. Ze hebben zich nu op kop gezet op die strook. Daardoor is de schift ingevoerd. En nu moeten ze allemaal gaan meerijden wie hier zit. Anders komen ze er niet. En is het een verloren zaak. Zag al even met een impuls. Komt hier bij die achterblijvers al van dat eerste groepje. Renat? Ja, ik wil een samenstelling geven, een overzichtje van het groepje van Marco Bazzaramonti is assistentiebrak, want die zit er niet aan te komen. Ik kijk achter mij en daar gaat de grote leegte, dat is een gigantische kloof hier in de zone na het bos van Bazzaramonti, die blijft assistentiebrak, hier ook dus in deze groep. Zie je, dan daarvoor Poerkat, we hebben Moscon, we zien Hauser zitten, dan is er Van Marken met twee ploegmaats, met Wijnons dus en Van Asbroek. En dan nog die twee andere jongens van Sky, die ik dat net genoemd heb, Ro uiteraard en Danny van Poppel. Dat zijn ze de achtervolgers op het groepje bolen. Dankjewel, Renat. Ja, dan staan Popovic, zagen we op de achtergrond in het eerste groepje. Hier zitten we met Ian Stenhardt, daar met nummer 97 in dat Robert de Bakker. Het valt Boas van Haag, dan zou het hem eens een keertje lukken om dicht te eindigen in een kassei-klassieker. Dat is nog nooit echt gelukt. En zei, ja, wist ik geen tweede in die grote editie op zeer jeugdige leeftijd. Je ziet me Terstra ook verschijnen. Dat geeft ook al meer een ander beeld. Ja, dat is in het groepje van Cancellara, hè. Die zat daar ook al, hè, op de strook van het bos. Situatie volgens de wedstrijd radio kopgroep. Dan op 1.15 het groepje Bonen, op 1.30, dat is 15 secondjes later, het groepje van Marke. En dan op 2.20 de groep die we net zagen met Sagan en Cancellara en Terstra. En ook wat van dat volk. Zij komen dus niet dikker. Nee. Maar wat beslissen was van Hagen en Stenhardt en Durbridge. Gaan zij hier een afvalsingsbeurt doen bij de Duitser, bij Tony Martin? Of blijven ze lekker profiteren? Of gaan ze andermaal profiteren op de nek van Ethics Quickstep? Ik kan begrijpen dat Wagner daar zit en zegt van ja, maar mijn kopman die komt, ik doe niks. Maar de anderen willen ook een duitje doen. Ja, dat zijn natuurlijk tegenstanders. Enkelingen, tegenstanders en zijn niet de mannen met nummer 1. Hè? Al kan je Stenhardt toch wel als een van de... Kom maar even kijken bij Team Sky. Ja, toch naast de Rowan. Mm-hmm. Misschien op basis van evenlijst en prestaties in het verleden. Een stap hoger. Dan heeft het rugnummer daar niets mee te maken. Zeg eens van een snippergroep. Het zou dus best kunnen dat er zo meteen weer wat volk terugkomt. En terwijl ik dat zeg, gaat dat ook gebeuren. Daar komt een meute van een man of 35 de hoek om. Daniel Ossen mee naar voren. Ik kan begrijpen dat het daar ook in de koers wordt zoeken is naar een echte kopman. Die gaat dan zo hard dat hij alleen wegrijdt. Renat? Ja, volgens die bus voor het groepje Bonen en het groepje van Marken hangt daar op 100 meter achter nog altijd. Maar dat groepje breekt nu even in tweeën. We zijn de overweg bij Pogibus over. Het tocket van Marken wil dat het hier vanuit gaat, dat het niet meer te lang duurt. Die aansluiting en die aansluiting die zitten volgens mij ook wel aan te komen. Want Zet is daar aan het knallen op de kasseien. Buiten beeld, geen televisiemotor er hierbij. We zijn de enige die hier in het sok zitten. Van Marken die hier zijn duimersom weet. Die ze daar ziet rijden, de start voor het groepje. Rijden om de hoek, is minder dan 100 meter nu. Ik ben hier sneller, dus afwezen Renat als een volle vaart is. De snelheid, ik kijk even, ja, dan gaan we richting 60, 55 kilometer per uur. Binnenkant bocht hier uitkijken, verder gestrookt. Maar Van Marken is de motor in de achtergrond hier. Hij knalt het gat dicht. Het zou misschien goed zijn voor Bonen ook als Van Marken terugkeert, hè, dan kan hij Wagner meer dan de helft van Marken, en dan zijn ze met twee om te rijden. Want nu
Martin doet het helemaal in. Ik ben absoluut van overtuigd. Ja, goed, dat is goed voor Nicolo Lassalle. Gilbert Nicolo Lassalle, tweevoudig winnaar van de Parijs-Roubaix. In zijn oude dag op zijn 38e zeker. Hij versloeg een keer Ballerini en dat was met Van Dijk. Van Dijk en Ballerini was er zeker van overtuigd dat hij de winnaar was. Dat was een winter. Huilen van Violet tot aan het vertrek kwam. En hij zat er gewoon achterop. Hij had wel zeker een macht. Een paar jaar later. Daar zit Van Marken, daar rechts. En toch op volgen. Zie Polen daarna zitten als een fruitvliegje op de rug van de sterke Martin. En geen stapvuur. Ondertussen kruipen ze nog op 56 seconden van de groep met de Charanel. Ja, bij het afdraaien van de kassei van Pontjebus waren de 12 seconden de achterstand voor het groepje van Mark. Maar het mini-waaiertje draait hier nu netjes rond. En als we op deze manier blijven collaboreren, dan komt dat dik in orde hoor. Collaboratie in de hel. In de hel van het noorden. Maar de Rood die zich aan de verrassen heeft. Het zou inderdaad een goede zaak zijn, want deze groep komt met Van Afbroek en met Van Marken daarbij. En goed samengroeiend geheel. Als er dan nog een paar trawanten in de straat zijn om mee te trappen en niemand schade gaan dat zeker doen, ja, dan wordt het een pittige strijd. Ik probeer je te begrijpen, Michel, want het is bijna niet te doen. Zoals we in de luchthaven al zitten. Het is een aquarium. Ook ik, een aquarium. Ik heb een visie daar wat zitten kwispelen. Dat legt de kanselaren wat zitten, meen ik. Dat gaat niet naar voren, hij gaat van het vuur van Trentin mee naar voren. Ja, dat is het. Dat zit namelijk op Sagan. Dat zit op Roy Curvers. Curvers die gaat niet naar de kop. De groep Polen volgt op 55 seconden van de kopgroep. De groep van Marken 20 seconden verder. En dan zien we de groep Sagan met Cancellara die hoort even kijken op de groep Polen op 1:10. 1:10. En er zit veel geharbaar. Het loopt daar voor geen fluit samen. Dan maar wat de ballast afschudden en daar proberen een samenwerkingsvorm te organiseren. Dat moet het plan zijn. Men zou in alle commotie vergeten dat er ook nog kasseistrook aankomt. Op 82 kilometer van het einde rijden we dus op het secteur waarbij Van Hoornijn binnen. Van Hoornijn voor in Wondigny. Dat is een strook van 3700 meter. Op iedere strook loopt de ellende. Tom Bonne rijdt plat bij de verkenning en zei je dat niet. Dan is er dan eentje minder die kan ontploffen in de race. Kan je nou zelf ook op? Nou. En daar zijn zijn manschappen die opgezoekt weer. Dan had ik er nog eentje aan de hand. Ik zie ze niet meer, de voetmaat. Er rijdt er nog eentje helemaal vooraan in de race. Dat is met name Popovic. En dit is alleen maar goed voor de Bonne. Er wordt getwijfeld. Dan gaan we weer naar Tim de Klerk. U zal zeggen, die rijdt een fantastische race. Dat is niet zijn eerste aanval. Waar hij niet zit, waar hij niet een mooi verlengstuk bereikt. Renato. Ja, de mannen van Sky doen ook een duit in het zakje. Steinhardt onder meer, Van Asbroek nu weer aan de leiding. En zo gaan Van Marken en Co. het groepje Polen heel, heel snel bijbenen. Nog een seconde of vier tussen die twee groepjes en de samensmelting is een feit. Dat kan alleen maar goed zijn voor de feestvreugde. Haal er een kanje bij, trek je dat niet aan, weet dat er nog veel slag van te komen.
Klaar niet nemen, de koers in de handen. Samen met Ivan Tierskaar. Ja, we gaan naar de herverbinding, die zeer interessant is. Zeer interessant. Sagan is in paniek. We hebben hem al heel lang niet meer zo'n paniekerig zien koersen in isolementen. Hij probeert natuurlijk de schommer in te krijgen, probeert anderen uit te nodigen. Ik kijk naar zijn lansen, op kop en op peloton. En dan gaan we eens in die stier naar het bloedmat. Daar zit er eentje, in circa 45e positie. Dat is de enige naam tussen zijn kader. Die kan niet veel helpen. Die kan alleen nog voor een verticale machine stellen. Die kan dan op krassen. Lekker pand voor Christophe in de Groenstraat. Alexander, weet je wel. Stannard en Puccio, die gaan weer. Stannard en Boas van Hagen, die gaan weer wat volk zien komen dat hij kan helpen. Hagen heeft daar vooral ook nog een mannetje rijden, hè, in die kopgroep. Die heeft dan nog Jansen van Rensburg, als ze die gaan oprapen. Ja. Dus met een voorsprong van 35 seconden neem ik aan dat die man op de hoogte gehouden zijn. Dan gaat men ook al wat meer nadenken. Vier sterren zie je. Kan ik maar een lot op punten en dan ook net meedraaien? Dan moet je even in het wiel uitbuffen. Boerkaart zit geïsoleerd. Sieberg. Spama is ook nog mee. Daar vrees ik voor. Ik denk dat ik hem zag lossen op het. Op het kasseinstroep van de twee daarom weg. Maar ik word graag overroemd, wat dat betreft. Een minuut en twee dus nog voor Groepon. Maar die is versterkt. De Groepon van Mark, gaan we maar goed zeggen. Dat is eigenlijk maar één man die al dat werk opnam. Ja, over de overweg in het zog van de groep Bode van Marken, de op één langste strook met een paar bochtenrijke fases, 3 kilometer, 700 en inderdaad een Duitse locomotief die daar het vuile werk opnam. Maar de stenen liggen er hier behoorlijk bij, helemaal opgedroogd, alleen nog oplassen aan de binnenkant van de bochten, daar liggen nog wat plassen, maar die gaan ze op de rug van de kasseien altijd vermijden. Dit is een groep om u tegen te zeggen, deze groep gaat heel, heel lang mee gaan. Laten we daarvan uitgaan. Ik hoop ook voor de Duitser, voor Tony Martin, dat hij mee kan gaan tot Mozambique. Stuiven, die gaat nu weer werken, Rippen hoor. Want dit is met een ferme rug dat tempo opjagen. Ik denk dat we dat onmiddellijk gaan zien aan het verschil. Zie je wel? Zullen we een lichtje vanaf? Goed, 36 seconden, we zitten nu onder de minuut. Jasper Stuyven offert zich op. Want dan Sagan is er in geslaagd helemaal naar voren te komen en gaat ze meteen overnemen. Als hij dat nog kan. Dus weg, verticaliteermachine. Ja, dat is jammer, Jasper Stuyven. Dat is eigenlijk alle kansen opofferen voor Cancellara. Door de situatie die ontstaan is. Door een valpartij en door het atletenkoersje van die mannen nog niet te die ook een impuls hebben gegeven op een belangrijk moment. Maar al denk ik dat het ook niet lukken wordt. Een pijnlijk punt wordt in de groep van Bonen, de positie van Tony Martin. Als hij zich gelegen rijdt, dan valt hij weg, dan zit Bonen daar geïsoleerd. Dan moet je gaan rekenen dat de mannen van Lotto.nl. En gaan die dat dan wel doen? Op het grasveld kan het. Dat doet de Eamon met Allure. De Nederlandse Australiër. De enige die als de Australiër met een slag de Nederlandse kampioen te worden. Ah, daar is de steun. En nu, jongens van Team Sky. Niet wachten. Rijden verdomme.
Sam of Jens kan ook wel een stukje hard fietsen. Hey, we vinden die trap genoeg aan. Ik wil nog wat langer op. Nou. Ja, en ik kan het alleen maar bevestigen, want de groep die hierachter komt, volgt op 45 seconden een persoonlijke top genomen. Een beetje gekocht op een punt, maar ik ben het bijna zeker. 3/4 minuut, dus dat het peloton of wat daarvan overblijft. Ik zag een grote groep van een man of 40, 50. Meer is het niet, maar ze zitten op 45 seconden van de groep Bolden. Ik veronderstel dat Cancellara daar zit. Wordt geazeld, met andere woorden. Het kapte met de koplopers, dat heeft ook een veel te lang staan gesproken. Dat is door dat solowerk van Toby Martin, die wordt stil aan moe. Is er Matthew Heyman, die rijdt zijn 15e Parijs-Roubaix, en dat is het grootste aantal van alle deelnemers vandaag. 1, 2, 3, 4 stuks van Lotto.nl Jumbo. De schrik voor alles wat nog komt is natuurlijk verschrikkelijk groot. En de hele zware stroken die liggen mee naar het einde toe in ons op de veld. Carrefour de Larbre, daar moeten we nog een eind op wachten. Maar het zal ook krachtige kosten hebben. Hè. Je ziet overal wat Sagan heeft moeten doen om die achtervolging op gang te zwengelen. Stuyven is die nu helemaal aan het leegrijden, de eigen kansen nog over voor Cancellara. En ze zijn er nog niet, hè. 3/4 minuten rijd ik zomaar dicht. Nee, uiteraard niet. Elegant, zoals hij over de kast zei, rijdt deze Heyman. We hebben hier een samenstelling van de groep in de Polen. We hebben Polen met Tony Martin voor ETX Mix. We hebben de Boergaard voor BMC, Haalster en Sarah Motins. Voor Jan, daar moet je toch wat mee doen. Durkert zit daar alleen. Sky, Rickert, Rome, Moscon, Standard en Van Poppel. 4 man. Actief zijn jongens en hebben Sieberg. Dat is een solist. Van Marken heeft Van Ansbrug, Wagner en Wijnans bij zich. En Boas van Hagen. Voor Team Dimension. Martin begon als reuurschild te kijken hoor. Van al dat werk. Hoe lang gaat hij dat volhouden? Ja, we wonen ervan maken. We hebben eigenlijk geen andere keuze. Ze moeten op 3/4 van de vermogen koesten. Ziet wij dan trouwens aan dat de wiel van Bonen even inhouden. 2 die trappen en dan naar de bol. Veel motoren nog weer achter die groep. Is het blijft een groot probleem. Is de bedrijf verloren op die koplopers? Ja, op die strook. Onwaarschijnlijk. Stuyven die doet het tegengesteld. Die maakt zoveel goed. En dan loopt nog altijd op 3/4 minuut. Alleen, hè? Helemaal alleen. En Terpstra die zit daar in de wachtkamer. Stemmerig, hè? Terpstra is die wat in de wachtkamer. Oh, zo slim, hè? Weet dat er hoe dan ook nog wat gebeurt. Ik heb een stak aan. Het is alleen maar sturen dat die jongen doet. Ik moet die trappen. Sturen en naar zijn instinct luisteren. Hoop, zak, schuimkant, kasseien, scheef, kan me niet schelen. Voor mij is dat prutswerk. Oh, is dat een lekker band verstaan? Maar gewoon een zwieger. Het is goed met zijn pedaal. Ik pedaal het rechts. Dat kan geluk spreken. Dus dat duurt er niet af, man. Oeps, goed gecorrigeerd. Het is een plekje. Dat maar geen olie is. En daardoor ging hij uit zijn pedaal om te corrigeren. Dat is goed gedaan. Van Jasper, de winnaar van Kuurman, Russell Kuurman. En nu zitten we tussen de kasteistroken en wie komt er naar de kop? Wat had u gedacht? Tony Martin. Het is een geschrijvel van de renners, maar ook van papieren, samenstellingen van groepjes. Ik zeg dat we vooraan Heyman hebben met Nielsen, Marcus Kort Nielsen, we hebben Poetje, Borskaj, Lozic, Bakar, Popovic, Engel, Schaffen en Erfie. Maar deze man werd er alleen voor. Met je blijven. Beste man van was door Vlaanderen. Zoek hem niet op de eerlijst. Maar ga dan eens jaar na jaar naar de top 5 kijken. Is die andere dus? Dan de plaats, ja. Dat is een kerel waar je al 3, 4 jaar van denkt van, is gestopt. Tot zie je daar weer. 40 seconden.
40 seconden, omdat daar twee mannen werken tegen Sterren alleen. Het verschil met deze groep is dat deze mannen vol zijn doorgegaan op de kasseien, dat zag u, in de hoop wat van die achterstand af te doen, en dat de anderen getemporiseerd hebben om alles op mee te pakken. Maar dat er toch wel wat van af is. Maar nu op die tussenstroken gaan ze daar vooral toch wel weer rijden. Hè. En dan zie je het weer oplopen. Daar wordt er eentje van de lampen op de radars. Kom! Dat is de eerste die ze na een lange rit tegenkomt. Dus we hebben er nog 11 voor en uit. Het blijft nog altijd ingehouden. Maar het bijna zit aan het wiel van Tom Bonne. We krijgen foto's binnen van de stroken in Mozon, Pervel en Carrefour de Larbrein. Motor, slek, langs alle kanten, blubber. Ik zou niet te ver weglopen, maar de aangezichten zijn altijd op het schoon. Er gaan spuitjes komen. Elke die zijn nu meer weg. Af en toe nog een zeer lichte kloring, nauwelijks voelbaar. Ik hoor Renaat in de verre. Ja, Renaat wil absoluut een ei leggen. Renaat, doe maar hoor. Je ziet toch niet meer. Ik had eigenlijk geen antenne gebruikt. Ik zei gewoon tegen mijn montaar. Martin is het hier wel aan het doen op dit moment. Hij houdt de voorsprong eigenlijk binnen te werken. En ze zijn hier eigenlijk nog niet alles aan het geven. Dit is nog altijd stilte voor de ultieme storm. Je voelt dat ze nog heel veel reserve hebben in die groep Bonne van Marcus. Ze geven hier absoluut niet het volle pond op dit moment. Dit is nog altijd het voorspel van de eigenlijke finale. Al zijn we al een tijdje in finale modus. Een heerlijke Parijs-Roubaix zonder verhoogde omstandigheden. Het valt nu toch een beetje stil. Martin die daar een rondje gaat doen in het groepje en vraagt, was het Martin? Het was in elk geval, het was Bonne zelf die vraagde naar meer steun. Ja, hij gaat dus langs bij de mannen van Sky. Ja, misschien moeten ze hier toch alle violen gelijk zijn. Maar Bonne daar heel druk aan het converseren nu met Sternhard is het. Die kent hij natuurlijk als zijn broekzak, zou ik bijna zeggen. Dus ja, hier wordt nu druk overleg gepleegd in deze fase. Nu het kan tussen twee stroken in. Dat was wel mooi hoe je tegen je motorrijder als liefkoosde zei. Tony is hier wel aan het doen. Respectvol. Ja, toch? Ja, ja. We zien elkaar gaan hoor, maar ik heb een maar ik kan het nog raar. Maar ik kan ze even nog hebben als wat. Zo zoetjes aan, van al dat getopper mag ik ook aannemen dat die willen en alles wat er in die omgeving zit, wat pijn doet. Hè. Ik zag heel even een kontje wat te dichtbij in. En ik kan ook begrijpen dat met deze vakbestuur het steen van het werkje niks kon zonder. Dit is de strook van Wagelin Brion, 2,4 kilometer lang, 3 sterren. Een kilometer of 4 na deze strook wacht alweer een zware strook. Dat is die van Thilois Sarrer-Rosière. Die heeft 4 sterren gekregen, is 2,4 kilometer lang op de modder. Naar verluid. Bonne heeft wat opgeleverd. Die is gaan buurten bij de mannen van Team Sky. Als je wat kopwerk doet, dan krijg je van mij 5 brownies. Dat levert voorlopig niet veel op. Het verschil met groep 3 is veel interessanter dan het verschil met groep 1. Hè. Die is ook met Joe Heyman. Ja, die andere gaan we wel oprapen over een kwartiertje. Maar wat zit daarachter? Hoe zit het met die groep Cancellara Sagan? Maar stuiven zo hard aan het gele was. Dus ook één man alleen. En niet toevallig de Jasper. Jasper staat de man van de indrukwekkende stoel in Kuren. De Japper. En zijn chocoladezak. De laatste Vlaams Brabant, wat is het eigen heet heel sterk, komt nog. Bij deze, als hij over de woensdag staat in de Brabantse spel, zou ik moeten doen bij hem thuis. Renaud? Ja, de man van de FDG, Joan Le Bon, wordt eruit gebonjoerd uit het groepje Bonne van Marken. Zat in die eerdere ontsnapping, geen schande natuurlijk. Dat is tegen deel. Met Heyman. We gaan weer naar Rennie. Ja, het is maar een lekker fiets.
veel, want een neutrale motor verliest hier een reservewiel dat gewoon los tokert van zijn neutrale motor en dan over de weg dwarrelt, de rechte richting. Gelukkig geen renner in de buurt, niks gebeurt dan eigenlijk. Was dat een mooi beeld, hè? Dat was een heel fijne brug, maar dat beeld dat was uniek. De bol die valt dus stil. En dan zie je dat hij geen poot meer vooruit komt, dat hij dat grote verzet niet meer rondgemaakt krijgt. Het kampioen is kapot. Hey, men heeft zich terug laten inlopen. Jansen van Rensburg, daar in tweede positie. Split in het peloton. Er viert hier eens mee. En Timbo. Ook Sagan en Chalara wordt nu gemeld op 1 minuut 50. Dat betekent toch weer een minuut, een volle minuut voor de kopbolen van Mark. Maar ik durf nu geen imitatie van Jeff. Jeff Brakel, wie zou nu zijn? Want hij nog eentje heeft de kilometers. Maar weet je wat, Michel? Onbedoeld maakt deel uit van de sport. Ja, als het van Rensburg nu aan de kop opgeladeerd met de wielen, ze staan aan de elke kop, maar af en toe slikt er een in zijn hoofd verder dan de vorige. Dat maakt me bevreesd. En hier dan weer proviant. Van de andere kant, Aten, nee. Ook de tweede band is weer Aten, nee. Ja, de logica zelf, nog een vluchter die dan af moet in het groepje wonen van Marken. De Stoffeen, Kump en dat wiel, zo vertelt Marnik hier, 1000 euro die daar ergens in de gracht liggen te drijven. Ja, als je daarmee komt. De situatie ligt nu een tijdje vast. Ik ga ervan uit dat in Bevelenberg, Mosnampevel, hier de sterke mannen van Doorzellerits, in de hoop in één keer dat de kappen dicht. Het zou toch een serieus kartoosje moeten zijn om dat kappen dicht te doen, want ik denk dat het al bakje en een bomen op nog. Of dat we overschot hebben om daar straks in Mosnampevel iets mee te doen. Ik ga dat wel in Orchie te kleuren. En Mosnampevel was nog 38 kilometer. En Orchie, dat is op 65 kilometer. En op 60, ik heb daar die strook van Beuvria, Orchie en de secteur van Orchie zelf. In twee keer dan. Twee trapse raket. Ben benieuwd. Tim heeft zijn terrein gevonden. Teruggevonden. Ja, vader en de Leijen, dat gaat waarschijnlijk niet moeten. Parijs-Roubaix gaat hij niet winnen, maar de stempeldruk heeft hij wel gedaan. En heb ik het kaartje afgegeven. Tim Verbeek. Mijn vader had zo van zijn zoon dat hij dat nu met zekerheid gaat doen. Wie gaat het voor de sport genomen dan? Ik ga dat graag doen. Precies die uiteindelijke verkloning van papa. Ex-docent in de logica, hè? Ja. Aan de Kulak in Kortrijk. Ja, Tilba, Saar en Rosière. De volgende strook weer eentje van dikke 2 kilometer. En Stannard die hier nu stevig doortrekt. En ze zien de kop van de koers eigenlijk rijden. Is het Stannard? Nog even checken. Ik denk dat het is Danny van Poppel. Danny van Poppel die daar zijn duivelste wint. Stannard zit nog wat verderop in het groepje. Martin in spoor. Dan het treintje van de Lotto Jumbo. Bolden verscholen in dit groepje. Zie daar de wijs dat een goede sprinter die ook over kassei kan rijden. Niet allemaal, maar dat een sprinter met bodies, met zekerheid. Zeg dat nog eens, van veel komt dat ook. Wie gaat de Jappen hier een beetje helpen? Rustof, komt dat ook. Van Hekken zit er ook nog, hè? Naast Terpstra. Dat is weer een ander beeld, hè? Dat daar net bijna een minuut, nu is 35 seconden. Als het de teken ligt, dan is het echt Van Hekken die daar zit. Terpstra zien we naar buiten komen. Maar het zou niemand verbazen, want dat het dienst een dagje is. Dan heeft hij enorm veel inhoud en duurvermogen vooral. Sky helpt. Sky neemt zijn verantwoordelijkheid in de groep bolen van Marken. Dat is een geruststelling. Ja,
dames en heren, deze Parijs-Roubaix misschien heeft dat niet alles van meegemaakt, maar die is vooral gemaakt door de wind. De zuidoostenwind, die het ook droog houdt, maar die het vooral ook lastig maakt. De eerste twee wedstrijden werden afgelegd in 46 elk. Daardoor het peloton de hele tijd op het lint. Een grote groep ben geweest van 24 man teruggehaald, dan een groep van 16 man. En daar heb ik nog altijd een groot stukje van op kop. De groep met Heyman en met Tim de Klerk. En dan een oponthoud in het peloton, een val vooraan met al wat slachtoffers. Maar daardoor ook een breuk in het peloton. Bono was er doorheen, ook Van Marken was er doorheen. En vooral nog een man van Sky die voorin zaten. Zij zijn er aan ontsnapt en daardoor is nu een lange jacht bezig van de troepen van Cancellara. Nou, Cancellara nog met eentje, dat is Jasper Stuyven. En ook van Sagan om het verloren terrein weer goed te maken. Gewoon met een instapping daar in die bocht waar hij wat meegesplet was. Hier heb je die groep met Stuyven met de Cancellara aan het vieren. Op 33 seconden gekomen, ondertussen 34. Al moet je dat allemaal met een korrel zout nemen. Dat heeft te maken met de posities van de motoren op een exact moment waarop de timing wordt genomen. Als ze er dichter aan het komen, zou wel mogelijk duidelijk zijn. Hier gaan we het vanuit de lucht bekijken. Links gaan ze de bocht uit. Zo gaan we een eentje. Dit waren de oplopers. En groep 2. Kijk, hoe is dat accordeon-effect? De Klerk, nummer 1 in Parijs-Roubaix. Op dit moment op 70 kilometer van de streep. Trek ze hier naar de wind. Bankaart mag altijd wat verscholen, maar toch mag altijd goed nemen. Ah, ah, dat weet je van Sky nu. Maar dat net was er ook al gewoon met Van Poppen. Mag een tweede of houden ze row helemaal afzijdig voor straks. Gewoon een erfplat. Wacht de centrale brug. De wedstrijd is voor geen sikkepit, voor geen half seconde stilgevallen. Het is overal gasgeven geweest. Af en toe is de vakkundige gewacht op steun uit de achtergrond. En Van Dijk zit met zekerheid in dit groep. Het duurt te lang voor de groep gewoon vooraan komt. Potovic. Ingelopen. Ik denk dat hij al eerst hier naar de volgende groep kan. Ja, ja. Dat gaat dit doen. Ja, met kan ik jullie zoveel mogelijk tanken. Terug nog energie op doen als dat nog kan. En zich hier dan voor staan zetten. Potovic is een allerlaatste koers voor de ploegleider. Ja. Laatste hulp. Met zijn allerlaatste inspanningen zo meteen. Nog een streep trekken van een kilometer of 10, 15. Zoals hij van de oude stempel is, die gaat zijn drill voor bovenaan zijn. Er zijn paar klaar, Cancellara en Sagan. Ziet er nog goed uit. Hè? Twee supers, twee jumbo's en een derde die denkt, hé, maar jongens, ik zit op een gok, hè. Ja, zit eens een ploeg rond die jongen. Wat krijg je dan? Dat wil Philippe Pekers zeggen. Je moet goed zot zijn om die niet te pakken. Nee, die hebben we kunnen betalen toch? 4 miljoen euro per jaar. Ja, misschien kun je dan hopen dat iemand stopt. Zie je wat Popovic gaat doen? Laatste. Hier. En dat is ook voor Stuyven natuurlijk wel gekomen. Hè? Popovic even op kop, Stuyven herzetten en dan kan je nog een beetje langer. Dit ziet er nog goed uit hoor. Daar gaat het. De landbouwerszoon uit het Heuveland. Wil iemand voor mij de aantal kilometers optellen van de heer Hervie? De fixatie is tot bij de tweede volgastemming. Voorop blijven tot daar aan toe. Maar dan al die groepjes toch volgen in die immense strijd. Zoals in de Ronde van Vlaanderen. En dan nog meesplitten en zevende worden. En waarvoor? Omdat hij dat graag doet. Voor de eer. Niet voor een koopman, want die is er niet. Hier is tijd voor bevoorrading. De
dan haalt de vaart natuurlijk wel een beetje uit. Hè. Ze moeten blijven ronddraaien, want ze zitten op een goede 30 seconden en hier gaan ze niet meer aan. Dit is op te hebben en nu is er vol naartoe rijden. Tom van Asbroek kan hier verwijzen dat hij wat meer is dan de sprint. De sprint is overigens wat afgebonden, op de richting nog niet helemaal kunnen tonen. De lakker zit er ook nog op links. Tom van Asbroek kan een niveautje stijgen. De vijf kan te nemen voor Van Marken uiteraard. Cavendish zit nog altijd in de groep Sagan. Klassica Primavera in Lasserstedt in het Baskenland na de ronde van het Baskenland. Is gewonnen door Visconti voor Gorka, Izaguirre, Pardilla en Alejandro Valverde. Ik denk dat de samensmelting er toch niet meer zo lang niet meer zo lang zal duren, want de regulateur wil er ons ook hier van tussen. We zitten intussen achter de kopgroep. En de kopgroep laat het een beetje slabakken op dit moment. Het is duidelijk wat ze hier doen. Ze zijn aan het temporiseren, aan het recupereren, om dan weer vol gas door te kunnen rijden op de stenen. Zo hard is deze wedstrijd geweest. Twee Belgen in die kopgroep. Heel, heel mooi is dat. Tim de Klerk en Frederik Bakker. Daar rijden ze weg uit ons zicht. Nog altijd een mooie voorsprong. Eens kijken, hier zijn we halt moeten houden. Ja, dat is een seconde of 20, goede 20 seconden, schat ik, op het groepje. Onder aanvoering van Tjalingi is het met Polen helemaal achteraan. Ja, die samensmelting, die zit eraan te komen. Misschien dat de volgende kastijzer ook. Die volgende gasijstrook moet er dadelijk al aan gaan komen. Die zegt nog wat in de buurt via Oshi. Dat is er één. Van 1,4 kilometer, drie sterren. Daarna loopt heel snel de sector van Oshi, 1,7 kilometer. En dan gaan we toch weer naar een strook van 4 sterren. Oshi is Oshi KC, 2,7 kilometer lang, 4 sterren. Daar gaan we naar Cancellara en Sagan toch stil aan moeten komen nog. Als ze eraan willen komen. Ja, en dan is dat ook wel in de tweede cartouche. Laten we zeggen dat de eerste nog maar een oude was. Maar als ze dat niet vertelt, moeten gaan klaarspelen, dan wordt het in de tweede volle cartouche. Dan zien we Heinrich Huister, wat nog veel werker, nummer 41, zit dat bij zijn broek met Sarah Montins. Zie je echt wel in een zeer aparte situatie. Ja, dat is goed man. Dat is een halve eeuw geleden. Veel aandacht ook vanuit de helikopter voor Tom Boonen en voor de heer Boas van Hagen. Zou het dan toch iets kunnen voor de heer Boas van Hagen? Anderhalf uur koers zal misschien iets minder zijn. Dat Tom Boonen maar goed luistert naar zijn lichaam. Ik zie daar boven vooral de soepele katans van Sepp van Marken. Dat is echt indrukwekkend. En Burkhardt in het wiel van Marken. Burkhardt met een eentje achteraan, met dat heeft vooral te maken met een alfabetische orde die er nu bij BMC geïnteresseerd heeft. Bij afwezigheid van de absolute kopman die weggevallen is. Natuurlijk dan in de Ronde van Vlaanderen, Greg van Avermaat, herstellende. Dat is een spoedig herstelde mens. Ik kan me aanleggen dat hij niet makkelijk heeft door hier naar te kijken, want dat is een gouden kans en dan weer. Ik zie hem liggen in de zetel. Die vorm met fleur op de buik. Ik zou terug aan mijn fiets. Klopt je dat? Zo kan ik me wel voorstellen van Greg. Maar nu waarschijnlijk wel aan het kijken. Op de rug in de zetel met fleur op de buik. Straks terug in de Almaarse Bus. We gaan de kopgroep eindelijk oprapen. Na een hele lange dag, achtervolgen aan hoge snelheid, nog 63 km koers en wat meer volk aan het front. En die Vosberg. Is dit door? Die bonus gaat ook mee. We maken ook een stier aan. Die hebben dus geen tijd genomen om de proviant aan te pakken. Opgelet, het lijkt een detail. Ja, ik heb het bord spaghetti van Mark van Ester gezien. Die heeft dat op Instagram gepost. Dat kan die week of twee weer weg worden. Dat is een herhaling.
Kijk, ze gewoon een acrobatie zijn, dacht ik. Je trekt naar de kop. Kijk, een nieuwe aanval. Opstand binnen door. Wat is dat? Hey. Iemand van Team Sky gaat mee. Maar zo komt de paard te winnen, dat is goed. Maar we moeten in de volgende blijven, dat is nooit met uw eigen als je mij vraagt. Jawel. Hoe is het trappers niet? Ik heb wie is mee. Voor een post is mijn achternaam. Ik had zijn eigen lichaam, dat ik had streepjes moeten zetten. Iedere keer dat je de naam hebt, liet vallen en streepje. Maar ik ben die al 700.000 keer tegengekomen in de Ronde van Spanje. Die komt elke dag een uur in de beurt, 10 streepjes, een die convier of die komt aan blanc. Ik heb er al 3, denk ik. Heb jij een dag verblijf? Goed voor de nacht. Nieuwe aanval. Nieuwe reactie. Salam op iets. De mannen van Sky zijn vooral druk bezig met reageren. En hier zien we Stuiven, daar zien we Cancellara. Ik zie van Popovic geen spoor meer. En Bakker zie je erachter. Bert. Bakker, ja, het Eekloor is in orde. Voor de derde keer op rij al in Parijs-Roubaix. Daar zit Van Ecke. De Belgische kampioen in Tervuur. Het is altijd zo geweest. Landgenoten die op het heuvelachtige werk wat een moeilijkheden hadden. Ik denk aan de editie 87, wat ik versluit die meest midden voor de zee. Schokken die mannen toen de stoomtrein van de Raad weer kwam opduiken. Die wonnen natuurlijk. Cancellara zag dan toch weer op 50 seconden. Maar dan weer naar dat minuutje toe. De hele dag jojo. Maar nu zijn we hier wel met veel om te organiseren. Vooraan. Het is goed om op de volgende kasseister ook nog eens aan de boog te schudden en het graf van het koren te scheiden. En dan met de mannen door te gaan die eigenlijk nog wat over hebben. En die volgende kasseister ook. Dat is die van Orchie. En dat is een verre vrijzwaar. Tweede Orchie. Nummer 12. Moscon aan de kop. Dat is het eerste jaar voor de mensen. En die zet dit hier al neer. Nader de grens van de 200 kilometer. En Moscon doet daar nog altijd mee. Dan komen ze terug met Van Marken achteraan. Die heeft een klein probleempje gehad. Maar ik zie Ploegman bij hem en die hangen daar op een 30-tal meter. Andermaal mechanisch probleem. Ja. Kijk, daar komt. No problem. Op dit moment in de koers, want hier wordt er niet vol doorgereden. En toch blijven ze hun voorsprong behouden op de groep Sagan Cancellara. De ultrabonen van 2009, zelfs die van 2012, die zou nu gezegd hebben. Jongens, bij de volgende strook is hier nog een beetje grijpig. Dat mag je niet doen. Hier is Sepp en ik kijk naar zijn materiaal. Allemaal dat materiaal. En toch zegt hij, dat doet hij natuurlijk, dat er geen probleem is. Het is Van Asbroek. Van Asbroek is als luitenant opgetreden om hem terug te halen en te brengen. Dat is vooral krachtig kosten. Het is al een grote versnelling ook. Hè. Van Asbroek is blij dat hij hier komt aansluiten. Maar dan komen er alweer kasseien aan Orchie. Dus stroopwaal 1700 meter lang, 3 sterren. We zijn bijna 200 kilometer aan het koetsen. Ze hebben echt zich al voor aangezet. Zo snel gaat dat. Voor een goede grip. Chapanel zit daar nog altijd. Sylvain Chapanel is meegegaan met de grootste truck van de dag. De langste truck van de dag. Toos, ja, het is een schifting uitvoeren. Daar gaat de bonen van de kop af. Waar kraakt het nu al in een aantal voeten? Het kan toch maken makkelijk mee zitten. Twee man van Team Sky nog mee. Luke Rose zit in de zesde positie. Sarah Motti die op de plaats zit bovenop de rug. Daar komen zij. Op
47 seconden naar de sector. Cancellara heeft zich hier ook opgezet. Christophe Rochy. Daar wil je het gaan dicht. Ze gaan mee. De enige. En dan de bakker. Of de bloemen van de bakker. Ik denk de bloemen van de bakker. Maar dat moet hier wel gebeuren. Als het zo tekeer gaat, gaan ze met twee of met drie overblijven. Dan gaan ze er samen naartoe moeten. In een tijdrit, een koppeltijdrit, grenades. Ja, het groepje Polen zit daar naar een heel gevaarlijke zone te gaan. Ligt er daar verschrikkelijk vies bij. Heel glibberige bocht. Veiligheid op de baan. Hopen dat ze daar goed doorkomen. Nu zijn ze daar. Oh, zoveel terreinkennis en zoveel wedstrijdkennis heeft natuurlijk als geen ander begrepen dat hij een tempo moet gaan maken om te letten dat deze beer van Bern dat hij helemaal komt aansluiten vooraan. Nog groter gevaar voor me. Ze gaan uitstekend overpakken en dat tempo dus nog wat over opjagen. Ze zijn met z'n drieën. Maar dan. Nogmaals, het moet nu snel gebeuren. Want als je daar alleen tussen rond met z'n drieën, dan zit je met een immens probleem. Een probleem hier al aan de nummer 97. Daar hebben we een afroep. Een val. Val, kom maar. Ja, dat was een val van Aasbroek. Broekjeske. Van de ram door. Nadenken, Tom. 39 seconden. Al het verschil van de staat is gewoon, maar van de weiland is vandaan komen aansluiten. Dat was interessant. Zeer interessant. Van Mark, makkelijk mee. Derde positie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wauw, 13, 14. Groep van 15, daar gaan we naartoe. En Sakal met de armen. Als je daar al weet dat hij moet doorgaan, dan in alle gaat het wat negatief. Door de verantwoordelijkheid genomen op die lastigste. Rijden. Bij de overname van de Cancellara bij Staven. Hij komt nu wel aansluiten. Hij zit daar nu met Jacques de Boer. Hij gooit hem hier nog eens op de grote mes naar het spoor van de motor. Misschien hebben we u dat nog niet gezegd, maar deze wedstrijd is 258 kilometer lang. Wie is dit hier? Iemand dol. Oké, nog eens even. Zeg niet meer, Vinnie. Je hebt het nu gezegd. Ik kom hier. Iemand dol. Dat is geen woordspeling. Dat is een voornaam. Dat zou minister tegen aanleiding kunnen zijn. Daar gaan die mannen een tweede cartouche lossen. Ah, die van Sky nu toch met een soort van mini-tijdrit. Ja, volle verantwoordelijkheid bij Sky. Leuk om te zien. Niet alleen die koersen in de eerste 150 kilometer, maar ook naar het einde toe. Met verstand, maar toch open. Misschien moet Bolen toch eens een solo overwegen van een kilometer of 45. Ik zie
ons komt sterken. Daar is de vrouw die mag zich volkomen afsterken. En we maken dat nu ook. Met Van Hansbroek ook wel een belangrijke pion kwijtgespeeld. Tegelijk hebben ze van vrouw die werd vorig jaar achtste op 28 seconden. En dat ondanks het koopmanschap van een Bradley Wiggins. Die toen een paar kilo's aanzetten om in Parijs-Roubaix een rol van betekenis te spelen. En probeerde dat. De mannen met de vroege vluchten in de benen. Tim de Kwerk, Frederik Makar, het gaat hierbij gehaald worden door het groepje Cancellara Sagan. Het zinkelt dan de bakker. Cancellara, de rest staat bij het dus op zijn beste. Stoppies zijn ze doorstomen. We krijgen niet. Ik ben de special bank. Ik rijd door. Zijn die is nu ook in de boete? Ja. Een keer of vijf in de afstand een interview voor deze prijs te brengen. Maar niet over zichzelf, wel over de koers. Het is special man. Special treatment. Samenstelling van die groep. Bodem. Alleen. Koerga. Alleen. Haalt er een samenloot in voor Jan Strakkerink. Heden. De Kakkerinkers. Rowe. Moskou. Stenhard voor Sky, alsjeblieft. Sieberg. Dan hebben we er van Marken en Wijnands. Dan was van Hagen alleen. En RVD alleen. Het kan nu in het voordeel spelen van bijvoorbeeld de Bonen. En zeker ook van Marken. Dat Sky nu zijn verantwoordelijkheid goed neemt. Maar dat doet ze ook, hè? Dat doet ze vol nu. Met drie man. En Lucro, de vooruitgeschoven kopman die daar nu een paar plaatjes aan het opschuiven is, wat komt hij ze zeggen? Hij niet het veld. Wij moeten niet het volledige gewicht dragen. Positionering. Ja, maar ik dacht net te zeggen, je kan je gek tactisch denken. Hè? Dat was nogmaals gaan rekening houden, maar nu op 53 kilometer van het einde moet je wel koersen. Niet nodig. Geven. Niet pleuren. Pleuren. Geen kromme benen. Dat deur. En daarachter. Opnieuw zo'n inspanning van Cancellara en Sagan. Wie wist nu, een jaar of vier geleden, wie deze poetsjo was? Ik zie hem drie jaar geleden in de Ronde van Spanje nog in een Nederlands hotel zitten. En was hij net schaam dat hij bij dat grote contingent was. Daar heb je het opnieuw. Wist u, een jaar of vier geleden, wie deze poetsjo was? Seconde, ongenadig snel weg. Dat is nog altijd een heel, heel mooi kloof. Wat is het hier stil, rustig, geen massa, publiek. Ja, eens dan langs de kant van de weg. Het gaat heel lang wachten worden. Ik ga ze even teruggeven naar jullie en dan terug. En we gaan er ook op houden, maar die ontsnapte aan die val. Daar twee mannen van Team Sky die over elkaar gedonden zijn. Daar op dat natte stuk. Daar glijdt er eentje weg. Pat, zij breekt zijn val met de handen. Dat is Moskou. En dan Roe als vele man eroverheen. En die is geschrokken, die moet niet naar zijn fiets krabbelen. De anderen zijn wel recht gebleven. Kijk eens naar Bonen, naar de reactie daar in de remmen. En dan laveren er tussendoor ook van Magnus aan ontsnapt. Sky heeft zichzelf alle uitgeschakeld. En dat kan weer een ander wedstrijdbeeld opleveren. Ja, dat kan koers bepalend zijn. Dit kan koers bepalend zijn. Dit kan ervoor zorgen dat die achtervolgers gaan terugkeren. Van Magnus en Bobbelen, ligt nu een beetje bij jullie. Maar ik denk dat de schade beperkt is. Ja, maar die mannen zijn weg, hè? Die zijn weg, inderdaad. Vooral Rowe. Het afscheid van Rowe is een domper op de speelbreuk. Daarom heb je beter twee mannen die kunnen afwerken. Sterker is dat nog. Dat doen ze nu. Gaan ze heel even afrennen. En wat zijn de mankementen aan die fiets? Kunnen ze niet doen, hè? Kunnen ze niet meer op. Van
dan komen Cancellara en Sagan zeker terug. Dus gokken op Stenna. Die is direct blijven, meen ik. Gok. Wat een fantastische uitgangspositie. Je ziet dat de werken van Wonder dat die wat zwaarder doorwegen dan die van de vorige jaren. Moet dat een keer wat meer doorpompen bij iedere bocht. Nou. Ja, net op het moment van die val, ik had moeten zwijgen over de stilte op die kasseistrook, kwamen Cancellara en Sagan aan mijn neus voorbij. 40 seconden de achterstand van die twee kleppers op het moment van het drama met Bro. En hebben die twee mannen van de Sky, hebben de Cancellara en de Sagan die al te pakken? Nee, die kan ik niet zien van hieruit. Ik denk het niet, maar ze zijn wel op 33 seconden gekomen volgens deze tussentijdse gegevens. Dus één lange, één naar rechts. En is daar meer slippen, hè? Ze liggen er weer! Ze liggen er weer! Sepp nu plots geïsoleerd. Ze liggen die van Sky, zeg? Ja. Plots, oké. Poggio die erbij gaan liggen. Dus Stenna die moet inhouden. Bonen moet ik ook wat op achterstand graag mee daardoor. Ook hij moet daar inderdaad weer ontwijken. Dat lukt hem dan weer net. Man. Vrouw. Ja. Raak mede daardoor, ook hij moet daar inderdaad weer ontwijken. Lukt hem dan weer net? Man. Vrouw. En Cancellara. Dat is nog wel anders. Ik hoop dat iemand hem dat in het woord luistert. Dat die oortjes werken. Ze zijn er zo besmet. Ah, er is een beetje terug. Gelukkig kerel. Ja, Ro zelf. Ja. Ro, dat is goed. Dat is goed. Ro en Sterk. We zijn weer voor een momentje verlost. Ik kan u verzekeren dat ik eens naar rechts kijk en naar links en dat ik bij alle confraten de spanning van de gezichten is, ja, vooral van de Belgische, die naast ons liep te slapen. En bolen aan de kop. Zoals dat goed dat heel leven twijfelige plaatsen is, het voorbeeld van de game. Sinkel dan naar de derde positie, ook een oud winnaar van Parijs bij de belofte. Ja. Tijdje treffen, dat moet ik nu gaan doen. Hè. Moet ik gaan crossen? Moet ik mijn gedachten gaan zetten op. Het wordt alleen maar erger dan met ons, de deelnemers van de challenge waar je hier bent. Je ziet. Het wordt alleen maar erger dan met ons, de deelnemers van de challenge. Vooraan nu, ik kruip achter die mannen van Sky, want die bandjes, daar zit misschien iets te veel druk op.
zou kunnen. Het is wellicht nog geen toeval dat het vooral het licht gewicht is. Bij Sky die valt. Moscon is wel robuust, maar er nog altijd al zit. Dus 39 seconden nog, 47,5 als het hebt, 40 seconden. Als je dat had, we zelf moeten doen. Dus ook vooral drukken waar men drukken kan. Ik heb het over de tempo met. Maar hoe groot kan een reservoir zijn en hoe kan dat? 1-1, de mannen die wat slapper worden. Ook slapper, die strook. Je hebt hier echt over tekort. Ik kan me ook inbeelden dat zo'n motorrijder dat niet. Alle kleur van de wereld. Die moet ik kunnen rijden. Dus. En vooral afstand houden. 43 seconden. Dat is denk ik niet op 5 meter gaan hangen. Is dit het next stop? Ik denk het. Dan is dit een formidabel groep. Dan kun je ervan aan dat er nog een paar maanden gaan van afzien bij hem voor de versnelling die dit doet. Hausler en Saramotis rijden er een beetje tussen voor Jan Cycling. We rijden over Moza Pevel. Pevelenberg heeft dat niks met gedeelte. Dat is een van Reuzen. Nee, is de groep van Nevelijn, denk ik. Ah, ja, ik daar wacht. Met die Jean van de Pecherie. Dat is waar. Vijf sterren werden. Oei. En dan moet ik die reflectie in de remmen gaan. Dat is niet vast. Er zijn maar 3 stroken met 5 sterren. Van Marken is er één aan de kop. Van Marken heeft zich aan de kop gezet. Van Marken wil de schifting doorvoeren. Konen heeft dat wat laat in de mond. Hij is nu doorgeschoven. Ja, hij staat voorbij Sieberg. We zagen dat het gat ontstond. En Bolen is meer met het hart dan met de benen, denk ik. Maar de benen moeten natuurlijk goed zijn om dit te doen. Maar toch. Op de let, meneer de motorrijder, nee. Als je weet de afstand, want zagen we daar een kleine correctie van maken bij het uitrijden. Gewoon ook hoor, gewoon ook. Zo bijna stil in die bocht. En het gat is groter geworden. En dan zie je iedere keer dat. Na de bocht. 49 seconden voor Sagan en Company. En hier is Seppe bezig. Seppe draait lekker. Stenaart is mee. En die kennen we van de omloop. Het Nieuwsblad. Gewoon weet dat het nu belt. Van Marken vliegt over de kasseien. En de Vatnaar valt in de achtergrond. Stagan is er voorbij. En je daar ook nog niet. Oei. Hoe staat hij vooraan, hè? Als Cancellara zelf die viel. Sieberg in het spoor hier van de bakker en Sinkeldam. Dat stelt het afscheid van zijn laatste Parijs-Roubaix. Dan is het een zwart afscheid. Bakker houdt in. 53 seconden. Ik denk dat we de winnaar vooraan moeten gaan zoeken. En hier rijden ze verder weg, Stenner van Marken. Wie kan nog mee? Het is nog niet zo ver. Daar komt Bolen en die brengt een beetje van Orica mee. Kijk eens hoe prettig Monsanto veel ligt. Hier een nestje. Wind ook in de vlak. Bolen, Hagen en wie is het er? Ze gaan naar een minuut. Sagan met die twee mannen van Giant als blokken aan de been. Het wordt nu meer en meer ieder voor zich. En Oliver Naassen, denk ik. Ja, zeker, maar die heeft dat knap. En waar is Rode gebleven? Daar is elk geval Stenhard aan het wiel van maken. Zet ook nadenken, man. Het is nog ver, maar we hebben dat hier al een paar keer gezegd. En toen bleek dat het toch een succes werd. Hier nog eens de bal van Cancellara. Pat, nog Terpstra. Maar die loopt wel in de berg. Ja, met zijn gezicht in de modder, denk ik. Smoed in de moos. Dat was je mogelijk. Oei. Naast die daar ook even schrikt. En de bol is terug. Het zijn allemaal zwiepers. Maar ook dat heeft kracht. En
daar komt Sarah Lotius mee, daar is ook Paul Hagen weer mee. Dus de zitten daar artiesten, RVT is mee, kunnen we het niet meer zeggen. Ik heb nog heel last van zijn gat. Het blijft bij je. Row, row, row. Your boat gently down the stream of what? Siebert kan niet meer, hè? Want anders moet hij. Speculeert hij nu dat Hausner het gaat doen. Kijk eens voor het aan de val op de rug. Siebert kan me ook inbeelden dat dat wat ongemakkelijk wordt aanvoelt. Dat is in de situatie te zitten van. Ja, kopman bij Lotterking. Zie je hem wel terugkomen? Alhoewel, alhoewel. Zet veel door. Zet veel man tegen man. Zet van Magne naar Kapoor. Ik herinner mij vooral die brede lach als hij als derde op dat podium schapotje mocht naar de ronde van plaatsen. Dat was de lach van de zelfzekerheid. Ik heb mezelf teruggevonden. Chagan, miraculeus hoe hij die bal van Cancellara ontweek. De stuurmanskunsten van de Slovaak zijn ongekend. Formidabele. Vind je dat doen die man ook? Zou je het niet? Nee. Een minuut. Een minuut. Veel steken ze niet uit. Een vrouw die is zo geschrokken, dat kan alles gebroken worden. Ik kan u verzekeren, na 215 kilometer in de hel, als je dan met je kladodders tegen de kassei slaat, en die dan weer in je ritme komt, dat is een verschrikking. Hè? Op 43 kilometer. In de tijd van Fred Bodrechtstreeks nu. In de tijd van Roger heeft hij al 20 kilometer verkocht. Zwaar. We gaan naar de sector van Mérigny. Hoeveel? Mérigny. Twee sterretjes. Ik kan het vergeten, hè. Dan volgt die boot drie sterretjes, dan Fleur, Moulin en de Verdijn, twee sterretjes. Allemaal te verwaarlozen, Burkak wordt voorbij gaan. Maar vanaf kilometer 231 begint het opnieuw en dat is over een kilometer 12. Oliver Renaas. Chagan moet het alleen gaan doen. Ook al helpen ze af en toe al wat, maar dat zijn niet de sterke mannen. Dat zijn geen Cancellara's die dat tempo op 5 kilometer hoger kunnen leggen dan dat vooraan ligt. Zo krijg je het er niet. Hè. En je weet natuurlijk dat in de finale bij de mannen vooraan er toch altijd tenminste één zit die nog 1 à 2 kilometer harder kan duwen dan de rest. Van Marke, Standard en Bowman, dat zijn de sterke mannen hier. Het zijn waarschijnlijk de mannen die onder elkaar kan uitvechten. Die geeft niet op na zo'n val. Het is de laatste Parijs voorbij en dan ga je tot de streep, tot op die piste. Eerstukte, Geist. Ik moet het zomaar adieu zeggen. Met een prestatie die een indruk, een stempel nalaat. Die gast van als je de zij hebt een koude en alle gehaald. Met zo'n snelheid vist daar voorbij. De wapperende manen van Fabian Cancellara, maar volgt op 2 minuten van Sagan. Sissi. Toch stiert en dit. Nog een paar beelden worden dit binnen dan. Toch, alle respect dat ik dat nog opbreng. Dat is er toch kunnen aanhangen. Dat ik dat nog allemaal opbreng. En Jan Maxime, en dat is Sagan hier dat beeld laten zien. Dus Sagan die daar ontwijkt op een spectaculaire manier, maar heb je die al vaak zien van? Nee. Die reflexen, hè? Maxime Daniel, dat hopelijk in die reflex een beetje mee kan profiteren van de aandacht voor Fabian Cancellara. Ik heb hier van de Fransen nog niet te veel gezien. Ik veel vet in de stoep van de Fransen. Elke Millet was al lager die terug op zijn sokken werd. Godin en Turgot hebben
met Van Maken, Bodenhagen, Stenaert, Saramot in Zijn met een RPG. Op 14 seconden Ziedberg, Haasler en Rauw. En vindt hij in de vorm van zijn leven? Mocht u daar nog aan twijfelen? Dat kan je deze inleven. Uit Pamplona, wat is al? Je mag mee drinken. Uit Pamplona. De zetel van de ploeg. Voor Kat, die daar vooraan bij is gevallen, zit nu hier in het kopje van Sagan. Je moet ook hier harken. Tussen zijn kader kruipen om te volgen. Het is wel degelijk geluk vernazen, hè. Die zich meer en meer op. Ja. Tot een echte klassieke coureur bij de subtoppers. En bijna nog een minuut en 10. De regenboogtrui gaat niet shinen zoals hij vorige week deed in de Ronde van Vlaanderen. Daar heb je Wijnands. Is dat ook vooraan? Omdat de mogen slagen van zijn eigen kopman ook moeten afmaken. Het zijn nog 40 kilometer. Gewoon zitten lang geïsoleerd, maar dan zitten ze daar nu allemaal op te gissen. Nee. Rauw is nog niet terug. Een maand dat hij nog altijd op een hand van zijn kont zit. Gewoon won deze klassieker 4 keer. Van Makker was een keertje tweede en hij had toen betere tranen dan s'avonds in afwachting van Sportpunten vanwege die gemiste kans. En wij maar uitleggen dat komt nog eens terug. Er is natuurlijk wel geduld. Hij kan op 5. Ja, dus hij kan er 6 eentjes op zijn rug. Voor de 4 hangen. En met welk nummer deed Sagan vorige week? 11 voor. We zijn ook tussenstukken. Vier in de tussenstukken, Parijs erbij. Winnen. Moeilijk. Isabel. Voorsprong die je erin gereden hebt. Wat denk ik nou op zo'n tussenstuk als de wind verkeerd zit? Sagan op 1.14, Kanslara op 2.51. Dit is de kop van de koers. Daar komen die 3. Die hangen er op een seconde of 10. Die zien nog wat terugkomen. Ja, die kan nog eens terugkeren. Maar de rest, dat is definitief strepen. Toch gedaan voor Sagan, gedaan voor Cancellara, dat zeggen aan deze prijs voorbij niet winnen. Afspraken van 33 kilometer aan de top. Dit is er ook 8 op die boot. Daarna de Stample, daarna Sisman, dan Bourdieu, dan Canfranc alweer verder. Nou ja, dat is onmiddellijk verbonden met Carrefour de Larve. En samen is dat 3,9 kilometer. Dit is er ook met dat tussenstuk, en dan die bocht naar links. En dan komt Grison daar ook nog heel snel achter. En hem. En zeg u niet dat hem dat dan niet mee. Vraag is aan Lenny Kuiper die daar lekker reed. Ozan Museum die daar in 2004 zijn koers verloor. Die mag je zetten. Polen versnellen. Polen gaat versnellen. Met Van Marken mee. Vennaar makkelijk mee aan jullie. Dat moet zo. Polen giet nog een ander. Van Marken handjes boven op het stuur. Makkelijk volgens. Zie je hier? Dat is allemaal aan het rijtje. Nee, niet helemaal. Gewoon dan maakt het achtervolgens met name Rauw moeilijk om terug aan te staan. Van Marken net dat ene tandje klein. Zijn hier tot zat er in het petite toneel. Fransman in beeld. De kop van dat achtervolgende hoek met de Sagan. Vandaar vol. In zijn gezet. Dat is een beetje groter is geworden. Uitroep dat het tempo daar te laag lag. Wonen die anderen al met wat stuitbewegingen naar voren stuk. Dat is nog altijd met 7. Ga naar Renaat. Ziberg gaat terugkomen aansluiten met Rowe.
en Halster, dus die drie hangen nog op 20 meter met zich aan aansluiten. Opgelet, hè? Als er eentje daarvan zegt van, gaan we daar weer een beetje in dat wiel zetten, en straks dan gaan we zelf niks spelen. Nou, dat zou je dat kan ook in deze omstandigheden. Heinrich Hausler. Hoe lang is dat geleden? Ja, het was de tijd dat we dachten, dat is de nieuwe kid op de blok. Dat is de man die we vele voorjaren helemaal vooraan gaan zien. Maar het heeft niet lang geduurd hoor. We reden daar een dwars door Vlaanderen, een jaar of 4-5 geleden in de regen. Kilometer of 50 waarvan je dacht van je doet gewoon wat je wil. En dan plots weer is het een beetje een pressel verhaal. Godzijdank, want dat was buiten normaal. Daar hebben ze ja, de man van Wevelgem op de reus, Jean van de Pescherie. Op de van Jean van de Pescherie in de Van der Luijkstraat. Dan maak je net zo zich achteraan. De rest is erbij. Volgens Eddie van Graaf en Erik van der Raden, en die herkennen er wat van, die hebben hier allebei gewonnen, de sterkste man op het zijn. Dat is daar even ontdekt. Dat is dan nog 2016. Wanneer was hij hier op de van Marco? Dat is hem doorgegaan van 2013 gezet. Toen sprint Cancellara. Maar toen te zeker, zeker. Cancellara ving hem op. Dat is ervaring. Van Marco heeft zich een hele grote achteraan gezet. Gewoon een week rondrijden, jongens. Soms kan een koers lopen helemaal zoals je dat wil. Al kan ik nog wel inbeelden terwijl daar iemand van Team Sky, dat is Luke Lowe, van achter naar voren geschoven is en nu een aanval trekt. Dan mag ik daar inderdaad niet te lang op wachten. En gewoon die plat gelegd gaat er naartoe. Maar zo'n achter gaat er onmiddellijk reageren. Dat is wat ik bedoel. Gewoon de straat heel even komen aansluiten en een beetje in de buurt en dan pas gaan. We willen niet riskeren dat iemand op die manier wegrijdt. Knap. Ja, het was Roo, nog maar net aangesloten en al onmiddellijk weer een knuppel in de spreekwoordelijke hoed erover gegooid. Look, Roo! Is dat moment? Altijd vriendelijk. Iets dat wordt kort afgedoet, zoals Kepper is dat vaak. Maar ik kan dan toch eens over bij zakken. Dat er niet appetit, maar die hangt op tussen kamer. Het is gewoon nog geen seconde dichter. Het is geen gevecht van twee groepen tegen elkaar. Het is het gevecht van deze jongens onderling. Dat van belang is. Van Marken houdt zich nu. Slim. Stel een ziekwerk. Stel dat hij van zichzelf weet of dat hij kan in de nieuwe finale. Of gaat hij dat hier nu vandaag ontdekken? Gaat hij hem daar de kans toe geven? Dus het feit dat hij daar net niet mee was. We weten natuurlijk niet exact wat er voor hem gebeurd is, maar het is meestal geen goed teken als je op een kassei toch kan voeden. Dus Rauw Sieberg en Hausler, dat was niet het beste teken. Rauw die kwam natuurlijk terug naar die val, maar ik dacht dat hij er al niet bij zat op het moment dat hij er terug af moest. Rauw, die aanvalsproving, een minuut of twee geleden. Vijfde in de ronde van Vlaanderen. De Rauw. Het straffe is dat ze jaar na jaar bij Team Sky zou iemand vinden om in de vuurlijn te zetten. Ook al zat die Rauw vorig jaar ook al wel mee in de vuurlijn, laten we zeggen, dan toch als tweede of als derde man. Maar als je een dag binnenkomt, die aanval op de Taaierberg in de omlopen Niesblad, dat was toch meteen raken. Ik trek vanavond maar mee. En dan Sagan. En Benoot. Gezien het verloop van deze wedstrijd, we weten natuurlijk niet alles, maar zou het wel zo geweest zijn dat het voor die minuut dat er nog net iets te vroeg kwam. Dus werd in het begin van deze uitzending op circa 160 kilometer in een derde of vierde pelotonnetje gesitueerd van 50 man en achtergebleven pelotonnetje. Dat is niet onlogisch, hè. Ja.
Bridge, moeten we die niet vooraan zitten bij of zijn we die vooraan kwijt? Zijn we die kwijt, zeg maar. Die is daar nog, hè? Ja, nee, Heyman zit daar. Daar Bridge ook? Nee. Heyman alleen, hè? Oké. Ik zie hier dat het raadje dat je gepresenteerd bij de tweede keer staan. Daar Bridge, ja, bij de eerste achtergrond. We zijn bij naar Renaals. Ja, korte strook en de aanloop naar die zone geeft Wilfried Peters nog een drinkbus aan Tom Polen. Peters die zich ertussen slingerde en die drinkbus nog net kon geven. 700 meter steden, ze zijn niet voor de zwaarste, maar ja, een ongeluk ligt in een klein hoekje. Hebben we intussen geleerd in deze Parijs-Roubaix. De finale beton heeft de bestemming gewonnen. Steven Rapkousen. Hij is nu aan het aftasten dat hij nog klaar is. Zal ik eens even proberen? Dus voelen wat mijn benen nog waard zijn. Soms voor rekening met een zekere reputatie te verdedigen als altijd ontsteken in het peloton. Dat is de voorstrook die jij krijgt van u. Ja? En dat begint al naar deze korte strook. Ja? Op die manier belet ik natuurlijk dat die straks er gewoon uitgebalst wordt. Kijk daar naar de wind in de vlak. Een strookje van amper 500 meter. Stenhaard heeft zich op de kop gezet. Ik hoop dat hij straks zo meteen in die volgende bocht, want ik denk dat hij een bocht naar rechts ziet, zit, dat daar niet veel ketchup ligt. Een minuut en vijf voor Sagan. Stenhaard rijdt dat met zijn dikke benen weer dicht. Komen in positie 2 achter Stenhaard. Dan Van Marke, Hagen, Roop, Ouster, Staramotins. De volgorde is een beetje de hiërarchie, de kokkenkok. En zit hier weer een spitsfire tussen, dus al die kamions. Die denkt, oh wel, Ouster. Dat is weer een flyertje, hè. Dat klopt. En die plank kan straks zeggen, pas op van Ouster. Ria Petit. Voor Tille van Baarle. Dat is ook al een knap voorseizoen bij een rijden. Ook al top in de Ronde van Vlaanderen. Bevestiging hier. Dat is nu gegeven hier. Rauw legt zich plat. Op Mark reageert iedere keer als Rauw weggaat met Bono. Oh. Stenhaard heeft zich nu wat meer van achter genesteld. Rauw loopt de anderen uit hun kots. Ze gaan daar de kaart Stenhaard trekken. Rauw speelde in de sprint in de omloop. Geen snel meer mee. Geen schijn van een kans aan die dag. Dat hebben we onthouden. Het wordt zwaar. Is het na 250 kilometer, 270 kilometer wat koffie te krijgen? Ik meen wat ik zeg, dat hij er zelf toe gekomen is om mee te doen. Op een minst. Behalve in de getweelige, maar dat was toen nog een veel kortere versie van de helling van 240. 38 seconden, dus dat kan toch wat dik. En probleem was daar aan boord. Probleem voor de laatste kampioen. En klap daarvoor Van Mark. Klapje. Staramot is vooral niet onderschatten. Hij heeft er al wat kilometers op zitten, want daar in tweede positie. Zoals overigens zijn bloedmatiering. We hebben weer een tussenstuk van een kilometer of 6. Ik zie daar ook nog eens aan de volgwagen. Staramot werd vorig jaar 13e in Parijs-Roubaix na een vlucht van 200 kilometer. Dus dat moet wel wat overdoen en zelfs beter. Allemaal doen. Heyman overleeft ook goed en dat die lange lucht. Dat is ook zo geluk. Stel Valentine met haar zusje naar de papa zitten kijken. Ja, hij zit daar wel op. Dat gigantisch grote schaam. Papa. Nou, nee, niet. Opgelet heren voor de aanrijding. Spaar ons dat. Nog 30 kilometer in Parijs-Roubaix. Gevaarlijke Stenhaard.
vorig jaar, het jaar daarvoor, hebben ze zich hier met toen al verloren. Een beetje als toeristen stier veel te snel in de actie en uiteindelijk in de finale niks meer. Ja, bro. Weet je dan. Komen met een opwisseling. Ziet er nog een fors uit. Korte snakken voor de overname. Hier is dit een pantalon. Die we bij de grote jongens ontdekten bij vorig jaar in het pas door Vlaanderen met een derde plaats. Nou, wat is dat? Duts. Met een ploeg. Als ze dan zeiden, was het anders geweest. Dat is waar. Maar die heeft die ploeg volgend jaar wel. Hopelijk voor hem, als iemand hem kan en wil betalen. Hè. Willen wel, maar kunnen, dat is wat anders. Goedkoper zal hij ook niet geworden zijn. Ik heb alleen maar mee gepresteerd. Er zat een Ronde van Vlaanderen bij. Volgens mij is het de Grijper. Die zei het hoog geprijsd. 4 miljoen, dat was een soort tijdje van Dinkhoff. Maar nu met de Ronde, ik heb veel geen daarbij. Nou, dat denk ik dan maar eens in. Ja, ja. Is Monte Grijper de manager van Sagan? Nee, maar ik kan wel niet door wat hij prijzen waren. Ik heb gewoon een kans. Tussenstuk. Aanval van Bonen, dames en heren. Reactie van Marke. Aanval van Bonen. En dat is doorgeven nu. Je moet die sok kunnen doen, hè. Marke, dat komt heel makkelijk naartoe. En je voelt hier een redding door het volk gaan op de piste. Kijk, hoe zit het? Zijn ze wat aan het planten van? Hop, snel werken mee weg. Ja. Ze zijn met twee. En met drie. Met drie. Stenar, ja. En Leiden, ook, die is pepersterk. Pepersterk. Van Marken neemt over. Het is niet Chabanel, die de Affinity van de dag is. Pro Wengt, zit de Affinity daar nog. Ja, het was een poging om op de verrassing te spelen van Tom Bolen. Ik weet niet of we daarachter moeten zoeken. Van Marken is ook zo sterk. Ik denk dat Van Marken straks een galet gaat opgeven om haar voor de Naberen op u tegen te schillen. Dus ik denk dat de kassei uit de grond gaat wetten. Wie Van Marken kan volgen, maakt een kans om te winnen. Om haar voor de Naberen. Een grote kans om te winnen. Maar die zou wel moeten kunnen volgen. Er komt nu al stoom uit zijn oren. 53 seconden, nog 28 kilometer. Is er wat spanning leveren? Wat hebben we dit voorjaar al fantastische koersen gezien? In Twemelgem, Oosterschot, Ronde van Vlaanderen, al plaats van een half uur. Indrukwekkend. Zelfs de schilderprijs. Met dat gevriemen van die op sprinterspoelen in die laatste 30 kilometer. Pas door Vlaanderen, E3. Overal met topvizier gekoest. Tot ze dat zo gaan bereiden. Die sterren. Die zou ik hem niet geven dat deze man een kool kan. Nee, maar is een brede rug. Hoe hij dat dan doet, die benen. Zodat hij zou kussen vervloeren wat deze standaard waard is. Maar ook hij zou misschien een grote eerprijs bij elkaar willen fietsen. Meer klassieke ploeg. Laten we niet vergeten dat standaard het openingsweek in ons land ervaren heeft. Om hier op te zijn. Hij is nog altijd even bedeesd als wat vandaag. Zelfs om hulp van de volghouder vragen, doet hij in de volk met deze. Ja, dat wordt getrokken en gegeven als je zo'n buikje bekijkt. In deze koers. Je moet wat over. Ja, dat is een volle maag, hè. Die je ziet. Ik zit er nu al op mijn kant op die winkel. Ik moet er niet van jou deze keer met me zien. Veel belangstelling. Ik kan niet zeggen dat het ook erg gemakkelijk was om hier te knagen. Geen files aan de grens over hebben. Geen extra
controllers. Ga je die kosteloos uitdrinken door sportweekend? Nee. Zo zeg je het doen. Wanneer de kijkcijfer kan op. Ja. Hagen pakt ook nog wat aan. In Sizwa. We gaan weer naar een dubbele strook. Belangrijke strook ook. Sizwa voor Gelo. En dan voor Gela van mij. Samen nog goed voor 2,4 kilometer kasseien. Niet de slechtste kasseien, maar toch weer. Maar Steden die gaan stoppen. Twee keer. Gasten. Als het doet. Wat ga je? Met de verre vloek erbij. In het Engels. Of Duits. De man kent met rood. Van Mark is aan het buurt. En rij mee zijn. Kom, een keer horen. Oh, die stempeling. Is dat een aanval? Dat is een aanval. Dit is een aanval. Ik ga voor de kerstrijden, ja. Pak de kop. Kom iets goed hoor. Doe mee. Voilà. En avant. En avant. Dat is de dingswacht nummer 7. Dan gaat hij even links, komen rechts. Row in het midden op de kasseien. Dan van Marke, Stenner, Sieberg. Sarah Mott is daar links. Achteraan Hausler zit aan het wiel van Boasselhagen. En Imanol aan het hol van de groep. Maar waarom is dat nu zo'n leuke editie? Omdat wij landgenoten dat bij ons beeld zien. Waarom is dit nu voor Zwitsers? Het kut editie. Pardon. Ja, een flut is. Dat de grote Zwitser van Akko weg is, wat heb je daar dan nog aan? Maar spannend is in elk geval wel. Maar je hebt natuurlijk dat bijkomende verwachtingspatroon. Landgenoten die kunnen winnen, die vooraf ook gestipuleerd werden bij de favorieten. Hij blijft langer op 58 seconden. Maar hij blijft strijden. Hij schoot zijn trui. Zelfde een wereldkampioen. Zo vaak vooraan zien. Wat er is nu wel niet helemaal vooraan, maar toch in beeld. Hij weet ook zijn vakantie en gaat daarin aan. Hè? Het is niet voor even gedaan. Want ondanks al zijn mogelijkheden. Ik zie geen betere renner bestemd voor een groot geweest dan hij. Ondanks al zijn mogelijkheden. Terwijl Bonen weer gaat tempo maken. Kijk eens hoe Oosterland schrijft over die wedstrijd. Gaat Sagan niet minder dan de Antwerpen is. Ik hoop dat het volk zich verduistert. Toen is het weer kom. En dan komt ze met een paar lente rondjes naar die grote positie. Toen dat is smaak. Toen dat is hopen dat hij hiermee de rest eind doet. Doet kraken aan de weg. Er viert hier aan de leeg. Maar dat is maar logisch zeg. 25 kilometer van het einde. Komt toch weer terug. Ja, het is nog niet verschil geworden. Als dit het maximum is, dan kan het niet lukken. Maar ik hoop, en ik denk dat hij nog wat over heeft. Maar van Marken, die peddelt vlotjes mee. Als zat hij in een kale hoop. Toen staat op scherp. En als hij zegt, ik heb nog die vorige wedstrijden nodig, gaat om hier op punten staan. Tik toch onmiddellijk naar Van Marken in. Ik wil het niet meer over zich heen laten komen. Nog 25 kilometer. Nu gaan we naar Borghella van Hem. Opnieuw een kilometer kasseitjes. En dan is het wachten op Campagne op Pévelle en Carrefour de Larbre. Daar beginnen we aan op 19,5 kilometer van de aankomst. Wijnans rijdt ook een goede koers voor Instagram. Ik moet daar wat verder op zitten. Ik zie niet meer op de voorposten. Dit is de kop voor u. Die man sterk. Hier is de bak. Oeps, bus van iemand van de kop van de Balois. Zet je af, hello. Even terzijde. Door zijn werken het verschil nu gereduceerd tot 53 seconden. Heemen, mocht u nu pas inschakelen. Hij is een overblijver van een bijzonder lange vlucht. Die overigens moeizaam tot stand kwam. Dat was in een 3-4 tijden. Zeker niet de eerste beurt die de beste was, maar in tegendeel. Vanwege die wind, vanwege die 46 uur moyenne in het eerste uur en ook in het tweede uur,
Standaard Ziebeck van Marco was een aardige Erviti. Dat is de tijd van Akoes. Die we kunnen zeggen, dat komt de Saramotis. Op het weg. Boven moet daarop letten dat hij niet weggekomen wordt. Probeer dan een trap te vinden en vindt het ook. Op de gevaarlijke kant van de kasseien. Boven Boon experiment met dat magische waterpunt. Ook Stenhaard heeft eraan gewerkt. Maar als je me nu vraagt wie de beste indruk maakt in deze groep, dan weet je de naam. Zet. Met voorsprong van Marco. Iedere bocht kan een ramp veroorzaken. In iedere bocht ligt wel een of ander kijkje. Dat kromme dingen met een mes. Kan op je verder. Komt op 19,5. En dan is Carrefour. In dat Carrefour de Labre is nog 15 kilometer. Dat is streep. Hier op de piste van Roubaix, waar er al heel veel volk samengepakt is, waar een heel groot schapboek is uitgerold op de flanken van de tribunes, de gradins. Go Fabian Cancellara, go! Maar het is in de achtergrond. Door het geval. Als je de allerbeste bent te gaan, dan rij je op Carrefour alleen mee. Pak je niet met de rug. Maar het is vooral in de tijden geweest van Bonen en Cancellara. Dat is helemaal beter. Dat klopt. Bernard. Ja, strook 6 zit er bijna open voor de kopgroep, waar het eigenlijk niet echt hard is gegaan. En ik denk dat de achtervolgers daarom toch profiteren om een flink stuk dichterbij te komen. Want die hebben volgens konden de 10 leiders zien rijden. Ik weet niet wat de laatste voorsprong is, maar zeker geen minuut, alles behalve. 47 seconden wordt gemeld, maar dat heeft te maken met het naar elkaar kijken hier. Dat gaat niet meer zo zijn als we straks naar Carrefour de Labre gaan. Die gaan zelfs loeien rond in oren krijgen dat ze niet weten waar ze staan. Dat zou de normale zaak zijn. Normaal verloop. Het uiteindelijke van deze groep gaat daar gebeuren. De Cancellara die zit daar in de loop. 15 seconden aan de kop. Dat dan beter mogen vergaan. Uiteindelijk voor de geschiedenisboeken zou het mooi geweest zijn om de Cancellara en Wonen hier samen op de velodroom verschillen zijn. Stel je daar eens voor. Maar goed, scenario's schrijven we allemaal toch. En niet in de koers. Ja, ik kan niet dit voorstellen. Iemand, maar als er nu iemand in deze groep zit die denkt, die kan zijn eigenlijk een last, dan is dit moment om te anticiperen. Dus dit geldt voor het land. Proactief koers. Maar wie kan dat nog, hè? Na al die kilometers. Hierachter is de repetitie nog een niet onbelangrijk detail. Het is geen detail dat we willen vertellen. Maar dat Bonen daar zit, dat heeft hij onder meer te danken aan Antonio. Heeft zich voor Bonen namelijk leeggereden. Ook al had hij het duidelijk moeilijker aan Appelkast 6 erop. Dus die kan achteraan gaan zetten om dan weer op de tussenstroken die ook zo belangrijk zijn in Parijs en dat we zijn tempo gaan op te denken. De die is van Arras. Dan van de streek. Je hebt er een paar wat over nodig. Nee, nog niet. Ik denk dat Sagan hier ook nog eens alle registers kan overtrekken. Ook Carrefour de Labre. Al deze Marco heeft er gelijk wel dat hij dan zichzelf verplicht. Misschien gaat hij nog een paar kranten van deze groep. Je wist het. Je verschijnt hier weer. Nou, ik schuif mee door. Maar onmiddellijk zit daar dat gele op. Dus een ploeg die nu ook bepaald sterk voor de dag gekomen is in de hoop. Schuif mee door. Maar onmiddellijk zit daar dat gele op. Het is een ploeg die nu ook bepaald sterk voor de dag gekomen is in de voorbije wedstrijden. Van rekening heeft van maken veel alleen moeten in de Ronde van Vlaanderen. Als het ook in andere wedstrijden snel weg, is het dan als het rond op zijn tweede voor de dag komt.
met een hele goede wijnhand. Die ik zelf lekker gevonden heb. De bakker, die vorig jaar van goudwaarde voor John Degenkolb, die jammer genoeg zit te kijken en die nog angstig is over het herstel na de val. Nu zou ik hem gevaren betekenen, mocht ik. Op het kantje, ja, ja, niet gelijk. Kijk, even die hier kan met dat last. Op het kantje, ja, ja, niet gelijk. Kijk, even die hier kan met dat last. Servaat Schaven, gesigneerd. De ploegleider, daar gaat Stenhaar. Gaat hij nu een gaatje laten vallen? Hij moet mee. Gewoon mee met Stenhaar. En Sepp van Marken ook. Ze zijn allemaal rond de vrouw kunnen knippen zonder accidenten. De vrouw moeten gaan laten. Ja, de rest kan ik wijs zijn. Sieberg is ook mee. Niet helemaal mee. Dus niet mee. Bo Haren wel. En VT Sieberg eraf. Nog een keer. Ik zou zeggen. Ik ga het niet zeggen. Kom zeggen, nog geen. Hij ruil helemaal weg en het is voor Stenhaar. Je gaat nog een brein. Ja, toch wel. Weer een brein, we zien daaruit springt. En Stenhaar. En hij heeft de sterkste man uit Koers mee. Ja, dat was wel. Hausler, Bomen, Van Marken en Boas van Hagen. Dit is Heimen. Hausler niet. Nee, Heimen. Matthew Heyman, mee met die lange vlucht. Het is niet te doen. Het is niet te doen. Vlak voor zijn pensioen. Stenhaar op het paardje. Dat ligt hem niet zo goed. Van Marken heeft nog eens naar zijn tred gekeken. Ja, die is klaar, hè. Dat lukt. Laat hem maar beulen. En dan misschien een gevecht tussen Bonen en Van Marken elkaar voor de laag brengen. Ik wil er wel bij zeggen dat Bonen zich al eens een keer aan Stenhaar mispakt heeft vorig jaar in de omloop. Maar dat was natuurlijk een andere koers. Niet onderschat, zwaar. Maar dit is nog van een heel ander gehalte. Hier is die weer op bocht. Dat is een stuk. We gaan nu snel naar elkaar voor de laag brengen. Ja. Komt er heel snel aan. Bolen en Van Marken in de beste mogelijke posities. Schade, dat is strak stellen. Niet echt oordeelkundig om daar in de positie te gaan zitten. Nee.
niet goed gezien van Ian Stannard, die hier verderop misgespeeld. Daar links gaan ze weer. Hè. Als dat daar dat dus op jullie. Kijk, achterom, nee, Rook is er niet meer. Enorme stijl, met een enorme stijl. Oh, met voor de klappers. Maar wel 10 meter. 10 meter is het dan. Is het dan. Wat een moment is het. Weer een katakte gevaar. Is het nog niet gewonnen. Het is Boas van Hagen die erover heeft. Daar komt Stijna. Daar komt Stijna vanuit de achtergrond. En die gaat snel. Pak dat wiel, Tom. Pak dat wiel. Ik kan niet volgen. Tom Bolle kan niet volgen. Wat een leuk van Mark volgen. Van Mark rijdt formidabel over die kasseien. Of zijn de topvervalpartijen ook. Stenhaard ging daar heel even uit. Die bocht niet te veel omkijken. Stenhaard is op komst. Die is op komst. Oh, die is oersterk. Die is oersterk. En daar waard voor. Jongen. Materiaal echt van komst. We gaan af en toe kijken. Hè. Wie breekt nu? Oh, wat gaat dat met flair? Wat gaat dat met een lichte tred bij Van Mark? Hè? Maar de kamion zijn daar. Oh, die heeft toch goed hersteld en dan nog veel blijft plakken van Stennert. En Hagen ook, dit zijn de vier besten hè, in deze groep, duidelijk. En die krijgt die klappen van links en van rechts. Maar hij verder met u. Ja. Zo deed Bonen dat ook. Wegrijdt van Polzato. Ze zagen hem niet meer terug. Ja, straks komt de bocht waar Russo ooit is in de camera van een amateurfotograaf. Hier een doorsprong op van 30, 40 meter voor Sepp van Marke. Gaat daar naar links. Die bocht moet doorkomen en nog een stuk sneller. Gewoon een pak op. Gewoon even er hier naartoe. Oh, ik kreeg daar ook een klap in. Bijna stil op die grotere versnellingen. Was Van Hagen eroverheen. Stenhaard wellicht zijn beste pijl verschoten. Wat is dat een fantastische Parijs-Roubaix. Dat er België mee doen natuurlijk. En ja, het is 40 meter voor Van Marken, 40 meter en dan kom je op het zwaarste stuk van de Carrefour toch wat de wind betreft. Al is die wind wat gedraaid, die hadden ze de wind eergisteren pal op de kop. Nu krijgen ze een schuinend voordeel links achteraan. Boas van Hagen is naar de kop gegaan. Polen zit aan het uur van Boas van Hagen. Stendert erop. Stipje van Marken wordt klein, maar is niet klein genoeg. Boas van Hagen heeft inderdaad er wat over. Als ze met z'n drieën kunnen blijven ronddraaien, dan is dat zo haalbaar. Ja, en de aankomst ligt niet hier op het einde van Carrefour de Larbre. Het is nog 15 kilometer dan. Stenaar komt weer aansluiten bij Bonen en Bohagen. Dat kan weer in het voordeel zijn van deze van Marken. Kom aan, Stip. Blijven geven. Allee, vooruit. Waar geen boven, wordt geen peter omhoog. Ze wordt het daar zo. Zoals een halve voet. Ik ga het nu vertragen. Ja, het hangt van momentopnames af. Blijven wentelen, blijven draaien. Ze zo meteen aan het einde naar rechts en wat verder naar links en dan nog een nieuwe strook. Gewoon een wilde keer gaan met die schouders blijven beuken. Hij blijft vechten. Hij weet ook als ze straks pakken op de weg dat hij nog altijd kans maakt om zijn 50 als zij te winnen. Daar komt gewoon al. Van Marken is een seconde of 4 uit de bocht. Het mogen duidelijk zijn, niemand rijdt sneller over kassei dan Samuel Marquet. Niemand. Nee. Maar nu volhouden natuurlijk. Hij staat de bocht al in. Ja, dan gaat hij naar die nieuwe stroom. Hier een mannetje geconstateerd van Team Sky. Rustel nu. En alweer kan hij verdapperen. Alweer kan hij nog een pijltje schieten. Dat is die stroom 3. 14 kilometer alleen. Hier komen zij uit de bocht. Daar is er één terug.
daar komt helemaal terug, dat is een vechtteken op zoiets. Op markt die kleiner wordt voor deze mannen. Maar het is ook niet goed dat Heemen er is bijgekomen voor Van Marken, want als ze straks met vier gaan ronddraaien, dat is weer een man meer. Dan kan dat inderdaad nog altijd naar een sprint gaan. En patriotisch denken, dat is niet meer van 2016. Nee, daar buiken doet hij. Dat hij in orde is, dat is een feit. Maar er is misschien eentje beter, maar is toch niet totaal weg? Renna. Nee, zeker niet. Het is nog altijd geen 100 meter van waar ik het kan zien. Ik denk dat hij meer nodig heeft. Met alle asfalt dat hij nog voor de wielen zal krijgen. Na deze bestrook 3 van Grisson. Nee, Geert van Aar geeft het niet aan. De grinta van Tom Bonen is bewonderend zwaarder. En je kunt het ze allebei, hè, van maken. Zijn eerste Bonen zijn vijfde. 11 seconden meldt de wedstrijdradio. Maar zijn dat er wel 11? Nee. Toch opletten voor wat je aan je wiel meebrengt, hè, Tom. Nou ja, je moet goed zo winnen natuurlijk. Als je nu kijkt, dan is de vogel gaan breken. 10 seconden. Natuurlijk, maar je moet in een gebeurlijke sprint op de wel wat overbrengen. Het kan. Door Van Marken, het kan. Maar dan gaat hij niet mogen stilvallen op het asfalt. Het is het soort van de Parijs-Roubaix waarin het nooit gedaan is. Nooit gedaan is erna. Ja, hij had er 8 bij het opdraaien van Grisson. Als hij er 10 heeft, dan loopt hij in elk geval weg. Maar is het voldoende? Dat lijkt er inderdaad weer 10. Als hij erin slaagt om een paar hectometer niet op. Ik had wel zo'n aardig weer naar de kop. En dat lijkt me af en toe de frissere man. Stenaard was meer met golven met die pulsen. 13 kilometer voor 10 seconden. Hoe goed kan je alleen rijden, Sepp? Dat mag je nu bewijzen. Want dat ga je moeten kunnen om deze Parijs-Roubaix te winnen. Hier wordt al rondgedraaid. Hier hebben ze elkaar al gevonden. En hem nog overleven. En hem nog overleven. Hagen weer naar de kop. Er wordt inderdaad goed gereageerd. Hier even naar aandacht aansnijden van dat gastijstukje hier in de pocht. En toch gaat er wat breed uit. En weer optrekken. Dat doet hij goed. Maar ook zij zitten al aan die bocht. Het wordt een innerverend laatste kwartier, laatste 20 minuten voor wie supporter voor een van deze vijf renners hoort. Dus breed uitdriften, dat doen ze er allemaal. 8 seconden. Nog veel kracht. Dat in elk geval. Maar wat een editie van Parijs-Roubaix. Een goed op het wiel. Stenaars die niet meer overpakt. Dus kom niet zitten. Kom niet zitten. Iets of niets. Je krijgt het niet makkelijk. Iets of niets. Het is hetzelfde hier, zou ik zeggen, niets. Maar zo meteen kan dat weer iets zijn. Maar ja, en ze kunnen hier elke keer een klein beetje rusten. En hij heeft geen rust. Nee, stem er nu. Zien ze altijd voor hem uit, alsof hij gaat er alleen naartoe. Hij rijdt er naartoe. Hij rijdt er naartoe. Op dat bruggetje. Op dat bruggetje. Daar komt de pul. Daar komt de pul van Britannië. Niet plooien, niet plooien, zegt Renat. Het is een moment van breken of niet? Ja, de beul is gelanceerd natuurlijk bergaf met die brug, maar de kasseistrook van hem is eraan gekomen. Daar kan Van Marken weer zijn duimers op binden, maar hier die chicane tussen de stroobalen, ze hebben hem bijna te pakken. Maar het gaat ook nog om een overschotje aan kracht. Oh nee. En kijk op. Je moet een ander plan gaan bedenken. Ja, deze pijl is verschoven. Deze pijl is verschoven. We hebben nog niet 5 leiders. Van Marken, Sennert, Boon, Hagen en Heemen. Er moet een ander plan bedacht worden. En wie heeft dat nu nog? Sterk van Sennert. En wat gaan ze doen als Heemen zo meteen vertrekt? Wat dan? Wat dan? Wie is daar toe in staat, hè? Het zou straf zijn, hè? En vroeger vlug. Want het zijn vooral Bonen en Stenhaap en in niet mindere mate was van Hagen die het werk opgeleverd hebben. Dus wie gaat erop reageren? Van Marken die zal koken, die zal denken van ja, achter mij aangezeten, maar ik pas nu. 11 kilometer nog. Het is dus niet evident om alleen te rijden. Nee, toch niet tegen zo'n mannen.
camions, trucks erachter, opleggers. Heerlijke strijd is het. Dan gaan we wel weer gaan opdraaien. Wie deze Parijs voorbij ook wint. Heerlijk spektakel hebben we gezien. Voor zover dat al kan, wat herstelt. We hebben ons voor geen seconde verveeld. Maar geen voorbereiding meer. Ja, ik heb al schrik van wat ze maken nog, dat is tot ons verveeld. Jij ook, natuurlijk. Ik heb toch ook een goede indruk. De overname op gaat voeren, waar die heeft daar nog nooit gezien. Nee, dat is waar. Gebrek aan ervaring kan een duur stel komen. Die heeft daar nog nooit gezien. En wat is hier waar voor de piste? Het zal nog wel zijn wat hij mensen deden. Vrees, een stoot van een van de buitenlanders. Waar onze landgenoten dan niet op reageren, we hebben dat ook in 2004 museum van Peningen zo zien doen. De volgende land, niemand meer wegrijdt. Renat. Ja, minder dan 10 kilometer en ze zijn de beruchte overweg op 10 kilometer lang. Ze strijden gaan weer roet midden in het gooien voor deze vijf. Het is een linea direct aan de volgende kasseistrook. Hem, daar gaat het dan misschien gebeuren. Of ze zijn in de sprint natuurlijk. Hem, dat ook 2004 waar het museum lekker reed. Dat was niet zeker, zeker was. Zwek er maar op. Steken, steek. Baxter en Hammond en Hofman en Cancellara, die heb je ook toen nog in de zakkoos. Renaat, pak over. Ja, een schijndemarage leek het wel even testen. In dit deel van de koers was er een en andere verkeersdreppel voor de wielen gegooid krijgen. Het lijkt wel de Amstel Gold Race, maar we zitten wel degelijk in Parijs-Roubaix op weg naar de laatste kasseistrook die de Tour doet. Met twee Vlamingen ertussen, Bonne van Marken. Maar wat doe je dan met die buitenlanders? Ze zijn alle drie gevaarlijk. Zet nog na de kop, want kan ik me wel inbeelden dat hij daar net bij het inhalen een beetje zet. Kijk, dat zou wel kunnen. Ik zou stand-up in de gaten houden. Ik zou die vooral die 10 meter laten pakken. Als hij die, dat geldt op de markt, heeft grotendeels dicht reeds. Met één inspanning. We hebben daar nog dat stukje van spot naar hem, op weg naar Roubaix, want daar zou ik niet de gaten houden. Tja, en echt zoiets in de zicht van de strijd van ik maak nu af, jongens, met een grijns dak erdoor. Heel overwicht. Maar Sim heeft in elk geval gedaan wat hij moest doen. Zijn troeven uitspelen, zijn gedaan voor Kaseya, zoals dat niemand anno 2016 in de reden heeft. Maar daar is inderdaad ook nog asfalt in Parijs. En dan komt de extra klasse natuurlijk, dan rij je weg en dan maak je dan een nog groter verschil. Maar hij is nog mee. Hij gaat nog mee spelen. Hier bij de achtergelaten. De Hausler staat allemaal in cyberenergie. Ja, gaan we terug naar voren. We gaan al hem beginnen. Renaat, wat zie je? Ja, ik zie dat spandoek. Dat nummer 2. 1400 meter steden liggen daarachter. Ik zie ondertussen ook dat de ploegleiders van de kant worden gezet. Want ja, de achtervolgers zijn niet al te ver uit de buurt. Maar hier kan het natuurlijk helemaal losbreken. Iemand gaat het proberen bij die vijfse kant om niet allemaal op de sprint te speculeren. Ze zijn er al begonnen. De 1400 meter laatste echt slechte steden. En Van Marken, zoals je dat voorspeld hebt, inderdaad. Van Marken op de stenen van hem. Er zijn geen stenen op die kant. Het is een asfaltpaadje. En hier de andere, die daardoor weer wat op hun plaats gezet worden. Maar het is nog altijd een goede 7 kilometer bij het uitrijden straks. Het is vorig jaar ook gebeurd dat ze terugkwamen hoor, opgelet om wonen. Het is van asfaltstrook naar asfaltstrook wat leren hier. Ja, dat zijn geen echte kasseien meer. Maar dat maakt het ook vaak gevaarlijk, want dan ligt daar zo'n steentje waar je geen rekening mee had. Dan sta je daar pas met een achterwiel in je hand. Die twee sterretjes. Daar gaat Heyman. Heyman gaat daar scoren voor de tracks. Hou dat in het oog, jongens. Nou ja, dat is een bocht. Nog eens een ruk. Van Marken. Nog eens een versnelling van Marken. Is 5 meter, 6 meter, 7 meter. Allemaal. Allemaal. Aan de andere kant.
doorgaan. Denk van maar. Standard champion, maar je wil niet meer in wiel. Wat wil die jongen diep gaan om zijn droomklassieker binnen te halen? Wat wil die jongen eindeloos diep gaan gaan? Ja, hij heeft een gaatje, het is een kleintje, maar hij heeft alles nu. Stefan Marco wint de laatste keer op de kastei. Op het weer de Noorse kampioen die druk zetten. Wat hij doet, het is de andere proberen te vermoorden. Nu weer even temporiseren. Er wordt weer even wat genoeg. Dat is er ook wat korter natuurlijk. Sam van Marken. We hebben haar gepakt op. Ja. We hebben haar gepakt op. Opletten jongens. Opletten ook als we van deze strook komen dat de man die daar helemaal achteraan bengelt. Maar we zijn weer bezig. Hè. We gaan er vanuit dan wat we er allemaal gaan kunnen. Maar kunnen ze nog wel. Ze mogen niet gaan inzetten. Als we maken, trekt goed door. Kon beschouwen toen hij allemaal zo'n beetje van de positie 4. Dat is misschien wel het slechtste. En wat dan gezegd van Stenhaar, die zich op 5 genesteld heeft. Maar op Stenhaar zo duidelijk. Na deze strook. Het is voor allemaal wat gaat gebeuren hoor. Deze jongens zijn geslagen. Laat ze maar achter. Ook al zit daar Imanol Erwiti. Laatste Belgische overwinnaar. Ik hoef je dat niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Zo'n bodem. Het record staat ook op het spel. Het record dat zijn naam staat en dat van Roger de Lange. Hij kan naar vijf. Staan nog in de onderdekte verklaten. Loopt 6 kilometer. Stenner kijkt naar zijn versnellingsapparaat. Hoe zit het nu met de harde klop van Patrick de Vijver? Van de Vijver, je lijkt rustig. Maar er zit met het typisch een wat onder controle. Waarom moet je zonnebril aan? Probeer het eens in te schatten straks. Dat is van Tom en Sprint. Is dat wel snel genoeg? Senna blijft daar inderdaad in de positie hangen. En het is nog 5 kilometer. Ik krijg code dat gaat nog toe. Dat heeft wat geduurd voor die reactie kwam. De volgende kijkt om. Gaat Van Mark overnemen zo meteen. Senna heeft een gat van een goede 20 meter. Nu overnemen jongens, niet wachten. Nu moet je overpakken, of het is gedaan. Kom als hè. Nu de natuur na. Doe. Kom maar. Doe maar aan. Ja, het loopt hier een klein beetje op. Het is Van Marken. Ze hebben daarvan profiteerd met de kracht op het kant weer dicht te rijden. Ze hebben het. En in Bohagen zeker? Of die Texas Australië uit Nederland. Mannen. Je zag het zo aankomen. Oeps. 5 kilometer nog. En is die veel nu moe? Die auto's. Is die veel nu moe? Renato, die brugteurs. Ja, de keersdempels, die gaan ook weer pijn doen. Bij manier van spreken dan. Het slabakt een beetje. Dit is een ideaal moment. Het lanceert zich, maar het is om een gaatje dicht te rijden. Heven, ik weet het niet. Van Marken dan weer. Die hartig, gretig gaat overnemen. Wonen, die druk op weg naar de showkastijn van Charles Leclerc. Die 300 meter gaat het wel niet doen, zeker? Maar Heven gaat nog eens proberen. Heven gaat het toch nog eens proberen. Hij weet dat hij moet, dat hij anders geen kans maakt. Hij is zijn geweer aan het laden. Volgende vraag dan over na. Wat zal Haken de harde plaat het gaat vallen? Heven komt niet meer op kop, wacht op die stroopvalsplaat. Benad. Ja, en ze zijn hier echt wel aan het treuzelen op dit moment. Echt de kat uit de boom aan het kijken. Wij worden hier jaagd, dat is normaal. Nog een laatste keer kijken. Ze zitten allemaal stik kapot. Het wordt een mooie winnaar, sowieso. En hier is dat aflopend stuk buitenrijden van hem. En dat is Heemen. Heemen gaat. Aan de kant van de weg. Oh, achter de volgende. Reactie van maken. Die is weer genoeg. Sterren heeft een probleem. Sterren is een meter of 4 kwijt. Ja. Maar het moet zijn dat Sterren schabelt Bossenhagen nu met Bolen en Van Marken. Gaan ze Sterren hier de next slag geven of gaat Sterren zelf nog iets schabelen? Dat kan ook. Ze zitten allemaal even dood.
even kapot. Gewoon kijk achterom, hè. Die voelt het, hè. Die wil iedereen opvangen, die komt. Die laat niemand meer wegrijden. Die wil naar die piste. Die wil sprinten op de piste. Tuurlijk, Bonen heeft daar zoveel ervaring. Je weet daar precies welke move jij moet doen. Bas van Dagen is uiteraard snel. Maar hoe snel is die? Dat gaat Van Mark. Van Mark van de kop af. Gewoon met die rekker. Gewoon met die handkerk. Bas van Dagen die van achter is snel gaat doorpakken. Door is hij op. Daar gaat hem doen. Daar gaat hem. Nightmare! Als een links, maar die grip. Als op een zet als op, zet is weg. Zet kan. Maar. Was vandaag een 10 min. Wat een heerlijk spel dat je 10 min. Hoe mooi kan koers zijn. Kom maar jongens, kom maar jongens. 12 min. Overpak. En naartoe. Niet voor plek 2. Niet voor plek 2. Die telt niet. Die telt absoluut niet. Allemaal piep bedoeld. Allemaal piep bedoeld. Blijven rijden. Tom, jij dan maar. Maar hoe vaak heeft hij dat nu al gedaan? En die Texas Stenner, die blijft maar gas geven. Die blijft maar gas geven. Maar ze hebben hem weer te pakken. En andermaal ligt aan de kant. En Bonen gaat zelf. Bonen gaat zelf. Andere kant van de weg. En Van Marken haalt in. Van Marken haalt in. Daar ligt de kant van Bonen. Maar Hagen doet het. Bonen gaat door. Niet meer twijfelen nu. Hagen tegen Bonen. Oh, wat doet Hagen? Komt Bonen zich sterk voelen. Ja, kom aan, blijf wat gaan. Moet toch Bonen zich sterk voelen. Het is Bonen. Wat moet hij zich weer sterk voelen? Hemen? Nee, ik neem een pak, een meter of 40. Hemen rijdt er Tony in één ruk. In één ruk, wat is die Hemen sterk? Die heeft de hele dag mee. Hemen rijdt er in één ruk naartoe. Met Hemen en Bonen. Maar die mag je meepakken, kom blijf rijden. Hemen gaat dan willen komen. Je sprint hier rijden. Je sprint hier rijden. Hemen pak 5 meter. Hemen pak 10 meter. Hemen pak 10 meter. Nog niet, kom aan. Bonen nu klopt het op. Bonen is al diep bedoeld. Hij gaat er naartoe, hij gaat er weer naartoe. Bonen kijkt nog eens op de mat om. Bonen gaat zich nog eens op de trap zetten. Het is wel 10 meter. Het is wel 11 meter. Het is wel 12 meter. 3 meter te veel. En dan straal je erin door. Het is er maar 9 meter. Het is er maar 9 meter. Daar komt Stenhaard ook nog eens. Dit is het ideale scenario. Hemen gaat Stenhaard ook nog eens. Hemen gaat tevreden zijn met die podiumplek. Kom maar rijden. Hopla, wat is dat wel beslist. Geen rekening houden, doorgaan nu. Blijven rijden jongens. Hop, zakkeré. Van Marken pakt niet meer over. Van Marken wil niet gecrashed worden door de Belgische pers. Een kilometer twee. Wat een unieke kans om alleen recordhouder te worden in Parijs-Roubaix. Wat zat er sterk. Hemen. Wat zat er enorm veel tijd op. Hier is de spaarskribbeland. En Pruts. Van Marken alleen. Van Marken is ook nog binnen. Denk ik daar in één keer naartoe? Van Marken alleen. Komt hij nog op die wiel? Van Bonen hier. Op die centrale moment. Nog even. Dan het poortje rechts opdraaien. Ja, waar de kampioenen uithangen. De winnaars van Parijs-Roubaix. Van Marken is op de poort. Van Marken heeft de twee handen achtergelaten. Uit zoeken geen energie bij de heer Rico. Er staat Van Marken aan de kraan. Van Marken aan de kraan. Met drie. Ze zijn opgedraaid. Met drie. Een Belgische winnaar. De vijfde voor Bonen. De eerste voor Van Marken. Of de eerste voor Hemen die een berenkoers heeft gereden. Maar wij hopen op top opzet. Michel. Wij hopen op top opzet. Eén van deze twee. En opletten. Wat gaat hier meer gebeuren? Terwijl we de laatste ronde komen, ze zijn kapot. Daar komt Van Hagen. Daar komt Van Hagen. Stuk lastig. Bonen vangt ze op als een volledige pistier. Ze gaat versnellen. Eén meer versnellen. Maar Van Marken zit aan positie 3. Bonen uit de opvang. Eén gaat erop. Bonen. Het ging wel snel. Dat gaat Van Marken. Van Marken gaat Van Bonen kunnen bereiken. Bonen is het ingestort. Kan hij daar nog onderdoor? Kan hij daar nog onderdoor? Daar kan de
dat kan verder. Geen op kop. En nu dan. En dan nu dan. En nu dan. En doe nu dan. Oh. Dat moment van ingesloten te zitten kost ons boven zijn wijze kassei. Dit is een zak met ijsblokjes op het hoofd van alle landgenoten. Daar komt Saramotic, die slechter in de bijdrage komt. Goden die ingestoten raakten door dat manoeuvre van Van Maak, daardoor niet tijdig vrijheid kon scheppen. Matthew Hayman kan dat zelf niet geloven, maar heeft het niet gestolen. Heeft niet gestolen na zo'n dag. Gelooft het nog altijd niet in de pak. Ik win Parijs-Roubaix, zegt hij zelf. Het is wel waar, het is wel degelijk waar met Matthew Hayman. Je hebt gewonnen, jong. En hier heb je dan de hout voor Sieberg, de Saramotis. En daar komt dit pas het besef, de ontlading. Matthew Hayman wint Parijs-Roubaix. En wat scheelt. De jongen o zo hard gevochten voor die vijfde. Wel 10 keer een best gedicht. 2 keer te veel als je mij vraagt. Dat is geen keuze, dat is geen keuze. Anders was hij even alleen aangekomen. Hij had geen keuze, hij heeft gekoest om te winnen. Hij sneuvelt voor het veld van eer. Maar het is doodzonde. Al heeft hij hem, ik ga het nog eens niet gestolen naar zo'n koers te hebben gereden. Wat een Parijs-Roubaix. Daar komt het groepje met de wereldkampioen. Met Sagan, de derde plak, de zekere dag, met Wijnlands, met Oliver Nasel, met Dille van Baarle. De takker zegt op. Sinkerdam is snel. Sagan zit ingesloten, ook op zijn beurt. Daar komt de diep. En die is natuurlijk verschrikkelijk snel en sterk. En dan komt Sagan dan toch nog naar de boven. Dan gaat hij nog voor de diep. Dan komt er nog iemand om de toren gedoken. Het is kritiek die het dat bij Spritje ligt. Voor Sagan, maar dat is onder voorbehoud. Maar hoe bitter is dit verlies? Hoe dicht kun je bij een vijfde gaan zijn? Ja, Tom Bolen is een meester in de relativeren, maar dit gaat ik toch even moeten verwerken en dat is begrijpelijk na zo'n koers te hebben gereden. Dus na O'Grady, de tweede Australiër die Parijs willen winnen, dat was in 2007. Hier is het eigenlijk al de deur. Stenhout komt dan nog, Prins komt dan nog wringen. Dan is die Hayman zo verstandig om Bolen wat op te drijven naar boven, maar hij houdt ook meer dan de volle lengte zit. Dus weer hoog. Ja, ik besef het hier niet. Hè. Heb je gewonnen en ik gewonnen? Was er niemand meer voor? Nee, je hebt gewonnen. Nou, dan ga ik een beetje huilen. Het is de 15e keer dat hij deelneemt, weet ik niet. Op 2 na oudste deelneemt. Ah, ik ben zeker. Ik heb een beetje 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 een beet